Hey, en we're live. Nou, het zal wel even wennen zijn, denk ik, om gewoon een beetje proberen te blijven lullen in de chat. En... wat dat betreft. Ik heb ook helemaal mogelijk gegeven om daar makkelijk in buiten toetsen voor te zitten, alleen dat buiten toetsen moet ik daar. Oh ik ja, ga snap. Een draadloos setje aankopen, maar ik heb een USB. Ja, zo'n USB hub waarschijnlijk dan of zo, denk ja, ik, hè? Nou, komt geld er zo meteen met zijn eten ook lekker bij zitten. Hebben we ook gelijk een mukbang stream. Een mukbang stream? Ja, dat heet, zo heet dat toch? Dat van die Koreanen die dan streamen hoe ze avond eten. Dat is toch een mukbang? Oh. Dat is een soort van ASMR-achtige stream. Oh, dat ASMR is al zo fucking ja, weird. Ja, dan moet je vooral extra slurpgeluiden maken. Oh god. Ik heb maar één keer gekeken, wat is dit nou? Want ik ga het al te vaak langskomen. Ja. En het is way too weird. I mean, het idee is dat dat dus dat die audio dan pleasing zou moeten zijn. Maar ik heb vaak toch meer zoiets van, might be slightly disturbing? En dat hele mukbang is begonnen vanuit een idee dat zeker in sommige Aziatische landen een heleboel mensen alleen eten nadat ze in hun jeugd vaak met families eigenlijk dagelijks eten. Ja. Ja, they move to the big city for a job or something like that. En ze missen het eten met iemand samen. Ja. Nee, en ik heb dus juist weer een of ander artikel het was geen artikel gelezen, maar een artikel, een YouTube-filmpje gezien. Uh-huh. Over dat, ja, juist, dat was Japan dan, dat dat echt zo erg aan het anonimiseren aan het raken. Iedereen praat niet meer met elkaar, werkt remote, zit thuis. Uh-huh. Dat mensen echt maandenlang alleen thuis kunnen zitten. Uh-huh. Bestellen hun eten online. Ja, maar dat is dan ook. Dus het is niet alsof ze dan vervolgens praten met de persoon op stream, want daar dus kijken te veel mensen naar stream. Dus geen daadwerkelijke interactie. Het gaat alleen puur alleen om het gevoel samen met iemand eten. Je bent eigenlijk absoluut asociaal, of nee, het is niet sociaal bezig. Maar je hebt toch een soort van het gevoel wel interactie te hebben. En dat is ja ergens best disturbing dat dat op die manier... Want ik denk dat het juist inspeelt inderdaad op het hele idee van mensen hebben steeds minder contact in die omgeving. Dus ja. Gezellig. Wat is er? Oh, de stompa. Oh. Nee, maar zo'n stompa is ook een hoop werk, Chew. Zo. Waarom denk je dat ik geen Imperio Knight ben begonnen? Je hebt er maar vier, maar nog steeds. Dat zijn blokken aan werk. Zo. Hij heeft een modelletje geschilderd. Twee zelfs. Hij is meer dan nog staan. Hij kan dat per stijl eerst. Stormka? Nee. Adeptus Mechanicus. Is het Adeptus Mechanicus? Moet hij wachten voor over 2 maanden het nieuw boek? Nee, Mechanicus, niet Custodius. Oh, ik dacht dat hij Custodius had. Nee, hij heeft Mechanicus. Ja, oké, dan moet hij het nieuwe boek hebben. Dan is het, ja. Nee, de Stormcloud. Custodius krijgt een nieuwe, inderdaad. Dat is Custodius boek? Ja. Die zijn zo recent niet op zich hoor, dat is gewoon een 8th edition boek. Nee, maar ik heb een cent nog voor. Oeh. Ja, hey. Ja, jammer. Dat is Big F. Ach. Mijn kind krijgt ook een boek. Ja, dat is toch niet zo erg? Happens. Toch goed, dat is een oud boek.
In TikTok nog een nieuw boek? Nieuwe regels, nieuwe abilities, waarschijnlijk nieuwe grand strategies die alleen jij mag kiezen. Ja, dus ik... Daar zit ik wel echt op te wachten. Oh. Unieke grand strategies. Ja. Waarom? Vind je ze zo moeilijk? Nee, ik vind het juist... Dat vind ik wat jeugd. Ja. Voorheen had je natuurlijk al die battle... Ja, battalion. Heeft iemand met een nieuw server? Nee. Nope. Niet commander. Ik liever niet tegen de tafel te zetten. Het is niet een commander-friendly kaartje, Meddling Mace. Nee. Ik neem je commander. Oh, hij... Bin daar dan daar. Ja, ik moet ik al eerst een kaart spelen die kaart van discard. Dan heb ik de editing al gehad. Als kaart al speel, dan tikkert niet te tellen. Maar ik pak wel extra kaarten. Dat kan het doen. Eerst discard. Van die editing kan het niet. Dan gaat het maar één. Tas hier. Oh ja. Kan het. Wie is reëel? Dat is die... Is het chick dat als je discard voor de eerste keer in de beurt, dan trek je ook zo'n kaart. Oh, dat mens. Uit Ikoria volgens mij. Ik hoop wel eigenlijk na dit weekend mijn Stormcast gewoon af te hebben van dit leger. Ja. Dan, ik ga kijken of ik die boot nog thuis kan schilderen. En... Ergens in de komende weken, denk ik. Ja, ik heb volgende week mijn verjaardag en een drinkje drankje doen met Linde. Mm-hmm. Ga thuis met haar. Mm. Goed. Ze heeft eindelijk een leuke baan. Dat is wel heel fijn, vind ik. Maar volgens mij is het redelijk stressvol. Daar moet ik onder controle houden. Oké. Voor de rest. Yes, dat is goed. Top, dank je. Geen bijzondere ideeën. Wie zit er in de chat? Dit moment nog niemand. Of tenminste. Even kijken. Wie zit er in? Moderators, users. Maar er is een aantal bots, dus ik weet het niet. Digian Sticks, Rancid Mid, Nerdy Dreams, Leer. Kennen we mensen? Ik zie geen 1, 2, 3 bekende namen. Maar who knows, maybe als iemand die hier een regular is, erin zit met een naam die ik zelf persoonlijk niet ken. Misschien even zich laat horen. Hallo. Hoi Benjamin. Hallo Benjamin. Je moet wel in stream laten horen, want dat weet je. Ja. Nee, dus voor zover ik weet gaat het wel oké. Nou, dat is prima. Mooi. Maar dat was, ik heb het laatst gesproken op haar verjaardag, dus... Dat was het echt 5 minuten. Ah, oké. Okay. Druk dan op zo'n Ik hoop volgende week vrijdag haar weer te spreken. Ja. En iets uitgebreider. Lekker. En dan ergens tussendoor nog een beetje tijd vinden, dus inderdaad om je boot aan te schilderen. Ja, en dan die zaterdag is het... Hey Erik. Hey. Hoe ging je operatie? Wat zei je? Het is wel echt een pijnlijke operatie tot nu toe, moet ik zeggen. Wow. Het is minder dan om te horen. Want waar ben je nou eigenlijk aan geopereerd? Steennagel, oké. Okay. Aan twee kanten, zelfs twee. Want je had die als ingegroeid? Of? Ja, het begon als een infectie. Mm-hmm. Toen werd hij geopereerd door de huisarts. De huisarts heeft het niet goed gedaan. Oh. Toen werd hij geopereerd door het ziekenhuis, het Rijnland ziekenhuis. Yep. Is in principe gewoon goed gegaan. Ja. Yeah. Toen is mijn nagel is van omhoog gaan groeien. Omhoog gaan groeien? Ja, oké. Okay. Echt gewoon naar de lucht. Zeg maar. Oh. Heel weird. Dat is iets van to the infinity and beyond. Ja. En op zich, ik moet zeggen, ik had er geen last van. Het deed geen pijn of zo. Oké. Okay. I mean, I'm good. Ja. Yeah. Maar goed. It's annoying. Ja. Yeah. Dus it's not the way it's supposed to be, zeg maar. Yeah. Toen hadden ze de
Toen ging de andere kant ging toen in de goede, en toen, daardoor kreeg ik een infectie weer. Ja, nou dat, dat dus gaat dan nooit echt tanken helemaal uit geweest ofzo. En weet je dat? Die hebben we dus nu geopereerd. Dus we hebben nu aan twee kanten, zowel die nagel die omhoog ging, als de andere kant hebben ze eruit gehad. Nou. Dus dat, de hele nagel? Nee, die zit nog gewoon een stuk. Oké. Het is nog steeds wel pijnlijk, denk ik. Ja. Dat is niet het meest heel veel pijn, ja. Ik ben nou een week thuis gezeten, ik ben helemaal zat. Ik heb wel een beetje geverfd. Ja, lekker. Die twee van jou heb ik geverfd. Die twee van jou heb ik geverfd. Keelspons. Die keelspons. Ah, oké. Ik ben op zich best wel blij mee hoe ze eruit zijn gekomen. Nice. Dat doen we thuis denk ik. Ik kwam in de hoek daar zo een bakje tegen. Wit bakje, blauw deksel. Met daarin wat lijkt ook op keelspans. Weet jij van wie die zijn? Nee. Oh, kijk. Oké, nou kijk, komt later wel eventjes anders. Ja. Hoi. Hey, Sil. Lekker gevonden? Ja, ik zit bij de kapper daar. Zo. Oké, chill. Niet zo heel ver. Maar, oh ja, eerlijk, we zijn het thuis ook aan het streamen. Ja, ik zag het. Ja, kijk. Okay. Oh. In het midden op het scherm. Ja, dat is hierbij op streamen. Yeah. Dus ik heb er heel wat verf in gekocht. Lekker. Ik ben er een beetje bezig geweest. Hij moet weer halen om mijn ledbeltje te hebben op. En mijn eigen surfstrip. Oh ja. Dat is. Een volle pot die was leeg. Ah, dat zijn volle potten, een kwart pot of zo. Ja, stil. Dat is spul wat lekker gaat stenen ook natuurlijk. Dus ik weet niet waar het overheen gaat. Oh, in mijn verfpak zelf is een kwart. Oké. Okay. Een beetje net zoals het spul hier wat eruit ziet. Dat doesn't really matter. But... Ja, het ziet trouwens op stream iets feller uit qua kleuren dan het werk. Ja, je belangt erachter. Ja, die. Spel. Ja. Oh ja, en ik heb weer een paar nieuwe. Het ziet er iets verder uit dan. Het is maar, goed of niet goed. Oh, dit is prima zo. Qua kleur is het ook zo dat je kijkt natuurlijk op een. Eerst heb je een camera die kleur al inziet, dan heb je een scherm die kleur. Ja, klopt. So that's kind of gonna fuck with it at all. Oké. Okay. Ik heb een plateburst color erbij, dus ik heb er nu twee. Oh, je hebt een nieuwe plateburst color erbij? Ja, want ik moest aan een bepaald minimum zitten. Om ook de verf had ik ook besteld en zo. Oké, okay, dus je dacht, nou, doe mij dan maar een tank erbij. Ja, hè? Lekker, lekker. En weet je dat ik weer zo'n Tellyman? Ah, de Tellyman. De Tellyman. Gewoon een Tellyman is een mannetje die zeg maar dingen bijhoudt. Ja. Oh, die houdt op de troon. Dat is een special character, denk ik dan. Het is sowieso, ja, het is een elite character. Nee, dan is het niet. Het is eentje met zo'n. Hij houdt letterlijk bij wie er allemaal ziek wordt en zo. Of zo. Hij geeft gewoon plus 1 to hit. Dat is wat we in de game doen, heel lekker. 60 geven de protection. Dat was wel nice. Da-da-da-da-da. Nou, zoals je ziet, ik ben Stormcast aan het schilderen voor het toernooi. Moet ze een beetje afmaken. Ik moet nog dat ene minietje ophalen, geloof ik. Ja, die kun je gewoon bij Petsu ophalen. Want, kost dat wat? Nee. Okay. Kun je gratis en voor niks ophalen. Gratis! Dat is gratis! Het ding is wel, je mag er maar eentje meenemen voor jezelf. Geen vier. En eentje voor mijn linkerteen? Nee. Je zegt het wel. En? We hebben er vijf en dan kunnen we eindelijk een potje. Stel je voor, je kent bijvoorbeeld iemand die hier niet zo vaak langskomt en die wel graag mee wil doen, dan kan je dus voor iemand anders ook meenemen. Maar, bijvoorbeeld het zoontje van een collega van mijn moeder, die wil ook graag meedoen, dus 11 jaar, is net begonnen met verven. Dat is sick. Hoe heet dat ding? Tellyman. Tellyman. Ik wil misschien de val op blijspannen halen, maar ik vind het wel echt voor iemand dan vind ik het wel of, knap. Of. Welke? Ja, de Foul Blight. Foul Blight, ja, die is, dat is wel een van de beste. Wat is dat in de lied? Foul Blight. Tellyman geeft zich ook command points trouwens. Oh, dat is wel chill. Dat maakt heel... Ja, gewoon een extra command op point. Op een 7 plus dan wel, maar gewoon een beetje 50-50 dat je. Stil, dus extra command points is extra command points. Precies, en dat heb je in sommige matches echt heel hard nodig. Ja, nou, command points zeg je eigenlijk bijna nooit nee tegen in 40k. Omdat je dus het zoveel overal nergens in kan pleuren. En dat voor 70 punten, plus 1 to hit, command points. En 6 is een. Zeg dat ook weer? In your command phase, this molly can tally for one friendly instant.
unit at the start of the next call, until the start of the next combat phase. Each time the unit rolls an attack, add 1 to the hit roll. For each unit can only be talented once per turn. En hij heeft een tollkeeper hele game geven. Dan heb je dubbel succes. En het heeft een pistool of zo. Middel toch of zo? Voor de rest is het niet heel boeiend, die houdt hem een beetje achter. Ja, maar het is 70 punten. Ja. Het is niet heel erg. Oh mijn god. Heb je daar maar geëcht op? Oké, gemiddeld toch? Die vrouw Blijsman die laat je als eerst vechten. Wat heel goed is. Maar als je een relic roept, doe je dat 2 keer. Ja, maar als je dat zoiets eerst laat vechten, dat is gewoon een logische vraag. Mag je dan voor de charge phase vechten? Ja. Ja, want degene die jou gecharged heeft, die vecht als laatst. Dat staat er specifiek bij. Oh. Oh, dus het is niet een fight first, het is een fight last. Of? Ja, zoiets. Ook al heeft hij dan zo'n fight first ability, staat het nog eens laatst. Totdat alle anderen hebben gevochten. Dat is op zich best goed. Oké. 6-inch aura. Nee, 3-inch aura en als je het tweede keer wil doen, wordt het 6-inch. Oké. Humor. Oké. Nou, Annihilator nummer veel te veel. Hey. Ja, deze lijst. Lijkt nu net stormtroopers trouwens, als je nog niet zwart geverfd. Deze? Ja, want Sil. Ja, een beetje wel. Hey, Sil. Welkom andere in de sale. Chat. Ja, andere Sil, niet jij Sil. Ik denk al, Sil is hier al een tijdje. Nee. En er zat ook nog eentje waar ik naar zat te kijken, die dat is van een elite, die geeft ontzettend veel damage. Aan je all the damage. Dat okay. Je hebt dat trucje dat je zeg maar 3 granaten kon gooien. Ja. Keep. Nou, hij heeft dan dat je granaten beter worden, dus 2 damage per stuk en min 1 AP hebben. Oké. Maar ja, dat worden je pistolen dan, zeg maar. Ja. Dus dan doe je ineens 18 keer 2, 36 damage als je alles zou raken. Ja. Als alles perfect zou gaan. Ja, dat als alles perfect zou gaan. Maar geeft ook het begin van de charge of fight phase, mag je zelf kiezen, 1 keer per beurt. Mm-hmm. Kan je een unit geven als ze een 6 to wound rollen, dan is dat een immortal wound. In addition. In addition is altijd goed. Ja. Meer mortal wound. Ja. Ik heb nu gewoon 4 manieren om mortal wounds van echt. Ja, dat is wel fijn inderdaad. Mortal wound kunnen uitdelen is wel heel goed. En dan beschouw als dat is best een goede mortal wound output dan inderdaad. Dat schrok ik zelf ook een beetje van, moet ik zeggen. Ja, nou, dat heb ik ook een beetje wanneer ik dit leger in Age of Sigmar speel, zeg maar. Ja, Age of Sigmar is Mortal Wounds. Nou, niet in kwantiteit. Ligt er heel erg aan. Kijk, Age of Sigmar heeft meer magic. En meer magic is vaak Mortal Wounds. Maar als je geen magic hebt, zijn Mortal Wounds niet in bakken. En 9 van de 10 keer Age of Sigmar heeft begint steeds meer heel veel van die onder 6 doe een mortal wound dingen te creëren. Dat is de curse, weet je wat ik moet doen, basic dingen en zo. Dus daar zit een heel verhaal. Ja. En verder dan dat. In principe wat hier staat is nu af trouwens. Voor in ieder geval voor het toernooi. Kijk, ik ga waarschijnlijk na het toernooi dingen zoals haar en zo van die characters nog wel een beetje wat meer doen. Ja, maar je moet een begin hebben en accept a certain level of... Tabletop ready noemen ze dat toch? Ja, tabletop ready was het inderdaad. Tabletop quality paint job moet het volgens de regels hebben. Ik ben de laatste tijd ook heel veel ver tutorials aan. Ja, ik voornamelijk meer terrain build tutorials, maar dat is meer omdat ik die erg een stuk leuker vind. Ja, ik ben gewoon puur aan het doen om te kijken hoe ik mijn ijs ga doen. Ah, oké.
Nice. Een beetje inspiratie op doen, zeg maar. Ja. Nou, ik zag een super goede tip. Dat vond ik echt fantastisch dat ik dat tegenkwam. Okay. Ik heb namelijk die Playbird Crawlers, daar ben je al echt een uur mee bezig. Ja. Maar wat deed die vent? Die pakte zo'n spons. Ja, sponging inderdaad. Dan krijg je heel erg. En dat ziet er heel gaaf uit ook. Dat is eigenlijk normaal gesproken voor weathering bedoeld, maar je kan het net zoals drybrushing, heb je ook iets dat heet overbrushing. Mm-hmm. Dat is eigenlijk drybrushing met nog steeds te veel verf op je ding. Dat ziet er gewoon zeker prima uit voor sommige dingen. Hoe laat kwam die pizza? Over 5 minuten. Als jij toch nog wat gaat bestellen, Erik, laat me even weten waar je gaat bestellen. Dan wil ik misschien... Je hebt niet geweten! Mensen ja, maar... Je hebt ook een lindworm gekregen. Nou, lindworm is een groot woord. Heeft Tjoe misschien nog... Ik weet niet. Heeft Tjoe frituur? Heeft Tjoe aan frituur? Nou, dat wel, maar... Wat zullen we doen? We zijn met z'n vijven. Okay. Zullen we met 4 packs wachten of zullen we met 3 packs wachten? Gewoon 3. Dat zou ik het meest comfortabel vinden. Ja. Gewoon... Ik wil een ding dat zegt cascade. Dat is het echt wat er kan gebeuren. Gewoon een normale draft, toch? Ja, cube. Het is zijn cube. Dus ik heb er even naar gekeken. Het is niet ontzettend power. Nee, het is wel power. Nee, dat is ook geen power. Ja, maar het is ook niet high level legacy power. Of zo. Dus het is geen mana trainen en dat soort dingen. Nee. Wat er een beetje goed kan. Ja, het is... meest highly powered scripted command, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar het is ook de paar 5 of 6 mana count spells in. Het is random troepjes in. Er zitten wel goede mana bases erin. Er zitten een paar, ik heb nog niet alles gekeken, maar er zaten een paar, hoe heet het, die conspiracy kaarten in waar ik al zoiets van, man, we gaan wel beginnen. Ja, die moet ik even proberen. Die zijn, die worden gezien als zeer sterk. Okay. Ja, de beide die je hebt gekozen zijn wel echt fucking broken. Oh, nice! Moet nog een beetje gedaan worden. Ja, ziet er leuk uit zo. Beetje gore. Een beetje devcard team, zeg maar. Die gore. Een beetje gore. Of is dat de glare in je... Nee, dat probeerde ik wel te krijgen. Ik heb het zelf wel Die tip... Je hebt 0-0 en je hebt ook 0-0 gloss als je het meer wilt laten glossen. Ik zeg het inderdaad, ja, dat er dingen als vroeger zijn. Maar ik zag een meme voorbij komen over Buzz Lightyear. Ja. En dan zag je Buzz Lightyear zijn oude pak, gewoon van Toy Story. En dan zag je zijn nieuwe pak uit de nieuwe trailer. Van, ja. En dan stond er 0-0 alleen maar bij, zeg maar. Ja. Dat heel deft en heel pak er maar uitziet dan. Ja. Oh ja, hey, dat is een goed idee. Gewoon lekker 0-0 opkwakken. Dat moet ik nog allemaal moeten doen. Ik moet nog mijn modellen in elkaar zetten. Oh ja, en ik had nog, dat was het. Ik had nog een tanker. Oh, nog één? Jezus! Ja, dat is een had ik. Maar ik had nog zo'n kleintje. Die dingen zijn vast. Ja, de kleine kraal. Gewoon basic Rhino. Of zo'n tank. Zo'n tank. Oh, dat ik. Alias gemaakt. Dan kan je toch in een unit van 2. Ik heb niet drukken, maar level niet. Dus dat... Ja. My foot. Kan wel. Alleen... Als je het vanaf Gmail alleen doet en je wilt je gamers skills doen, dan is de kans heel erg groot in je spam zoals je nu, maar het werkt niet zo. Nee, zoals je nu aan het doen bent, ben je het nu aan het doen via een eigen server. Alleen als je de Gmail invoert, dan regelt Gmail voor. Ik weet niet, is GameTools Gmail, is dat regelt via Concordia. Google wat zei je? Ik wist alleen maar dat ik hier ben. Hij staat al standaard op zijn voordeel. Lekker. Ik bestel eigenlijk ook bijna alleen maar als ik hier ben. McDonald's zijn maar 3 sterren. Ja, maar die hebben best wel lage ratings hoor. Het wordt vaak koud bezorgd. Ja, dat klopt wel. Dat wil ik best geloven. Die dingen, mensen maken het gewoon, zetten het neer en dan komt zo'n thuisbezorgmannetje pas ophalen. Ze wachten niet. Ik krijg het nu wel automatisch binnen onze top lekker thuis. Ja, maar dat zit het voor wat je kost wel geld. Maar we niet reageren. Ik had het vorige maand dat ik er iets te makkelijk in. Nee, ik had vakantie vorige maand. Ik was wel erg aai joh. Samen met mijn paar dagen in Amsterdam en daarna weer. Ik heb een simpel patatje.
Ja, dan bestel ik wel even een snackje mee ofzo. Want Judy had geen futuur meer, hè? Nou, ik kreeg geen respons op de vraag of hij nog futuur had. Heb je nog futuur? Ik heb nog meer nog van eens. Ik wacht met futuur. Oh, geen probleem hoor, alle tijd. En de pizza tegelijk. Dat komt zo binnen, als je wat hoort. Pizza komt zo, pizza komt zo, pizza komt zo, pizza komt zo. Nou, u hoort het op de stream. Mensen willen graag pizza! Dus opschiet iets, Morris. Ik ben ook trouwens even... Ik had gisteren, omdat ik natuurlijk heel veel thuis zit nu. Ja, dan moet ik toch maar even wat YouTube kijken. Ja. Ja, dan komt opeens 40 Kalor naar boven, ja. Ah, ah, oeh. Zit je niet 2,5 uur aan 40 Kalor te luisteren, ja. Ja, ah, jammer. Zo vervelend toch, hè, wanneer dat gebeurt. Verschrikkelijk. Ah. Oh. Leuk. Ja, het nadeel is dat gebeurt er soms ook wanneer het lijkt 2 uur 's nachts is en dan wordt het ineens 4. Dat is een probleem. Ja, kijk, dat is dus onpraktisch. Dat is onpraktisch, inderdaad. Gebeurt ook wel eens, maar. En heb ik alleen maar de basics gehad? Ja, nee, maar hallo. Het is ook een setting die al zo lang bestaat, hè? Waar echt tientallen mensen aan meegewerkt hebben. Zo kunnen we je overhalen. Daar. Heb je ook nog de baai zometeen? Yeah. Ja, ja, eventueel kan ik dus ook gewoon niet meedoen. Ik vind het wel jammer, maar eigenlijk ook wil je Cube een keer doen. Maar dat is voor jullie gewoon veel beter. Nee, dat is echt veel beter voor jullie. Ik heb geen baai. Wie doet er nog meer mee dan? Ja, I'm sure, dat doe ik wel mee. Oh ja, verin. Maar wij krijgen wel zo'n pizza binnen. Dat is hier maar even, ik zit te kijken. Okay. Ik ben sowieso vanzelf wat aan het exporteren. Wat is de playmat laat? Je kijkt me zo in mijn ogen aan. Ja, 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 ja. Ja, ik zit te kijken hoe die schaduw valt. Als ik vanaf hier dus nu een camera doe, volgens mij is dat echt heel goed zeg maar, qua het licht zeg maar, van die kant. Ah. Want, maar daar weet ik dus echt heel weinig van, dus ik zit te kijken hoe die schaduw werkt. Moet je dit gekke ding doen, Bebber? Dit gekke ding? Zie je die Jack Bird Station? Nee. Maar dit is van Hitty Goldfish. Wat zoek je zo? Playmats. Er liggen daar een paar. Ja, vol. Chill, hier. Letterlijk. Hier, maar blijkbaar kijk eens niet op die rotjes. Ah, die Playmats. Hier heb ik wel nog een rotje. Ah, shake it. Ja, maar anders slaap ik er wel in. Wat moet je het van mij doen? Hè? Wat moet je van mij doen? Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Ja. Ja, en moet je het ook weer op mij aan kan. Ik heb iets te veel van deze gunmetal te verven. Dus, Oh, ik heb geen accountje aangemaakt voor hem. Dus ik geef je wel voor de inlogcode. Oké. Ja, of als je later nog tijd hebt, kun je dat vandaag. Ja, dat doen, ja. Ja. Maar je gaat nu cuben, dus waarschijnlijk heb je dat niet. Ik ben een beetje overlicht. Ja, ach. Ja, maar het licht is niet zozeer voor mij. Het licht is voor dat ik kan zien dat het verven. Maar je kan het zo, kijk. Nu, dit was het. Ben je ready om dat te doen? Ja, gaan we nu voor ons. Maar misschien kan je met de camera de licht iets naar beneden zetten, zodat je meer ziet. Wacht, zijn we maar met z'n vijven? De belichting op stream bedoel je? Ja. Oh, dat wordt lekker baai, zeg. Nu lichter dan mogelijk. Kijk, ik wil ook weer niet te veel meer gaan klooien, want in principe, dit is eigenlijk meer een soort test. Morgen gaan we eigenlijk in de overdag streamen, dan heb je gewoon daglicht. Dan heeft al deze zooi niet nodig. Ik denk gewoon mee. Want in principe, zeker painting streams wil je eigenlijk niet s'avonds doen, want dat is gewoon echt... karig voor je ogen, zeg maar. Ja.
Zeg maar, mijn ogen vinden dit niet fijn. Hey Bob. Is het niet onmogelijk om verder in te zoomen op het schild? Mogelijk. Ja, er is een stream actief. Ik weet niet hoeveel mensen naar kijken. Kan ik het ook hier zien? En dat is waarschijnlijk al bij het andere knopje. Hallo mensen. Zo, bijna klaar met schilderen? Bijna klaar met schilderen? Nee. We langer niet. Ik denk, je hebt Ender al bijna, joh, voor je lijst. Yeah, I wish. Wat zei? Mooie collectie van kleurtjes. Ja, lekker even kleurtjes en dat. Zijn maar van Lego verfjes. Dan heb je ook nog GW verfjes. En heb je een andere Army Painter verfjes. En... Ik ben vandaag om 11 uur begonnen. Om dus ook gewoon lekker zitten kletsen en de spoilers gekeken van de nieuwe dingen. Ik weet niet waar ik het over heb. Ja, lekker verfjes toch? Ook niet. Er zijn twee verschillende series, P3 en GW. Oud GW. Ah, oké. Okay. Nee, ik kan kijken of ik je toch nog kon verleiden gewoon een potje te spelen. Nee, ik ga echt geen potje spelen vanavond. Ik vrees dat ik echt gewoon vandaag en morgen lekker ga verven. Want A1, ik moet dingen verven voor het toernooi. En 2, ik heb enigszins van de daken lopen schreeuwen dat ik het ga zitten streamen ook. Ja, dat er gestreamd zou worden dat er geschilderd werd. Ja. Dat heb je geschreven. Ja, dat heb ik geschreven inderdaad. En, aangezien ik de enige ben op dit moment die aan het schilderen is, ben ik degene die aan het schilderen is. Dus dat is een ding natuurlijk. Kijk, morgen zullen er misschien nog een paar mensen ook bij zitten om voor het schilderen. Maar, het was meer, ik heb mijn unforgiving points eindelijk bereikt, dus ik wilde... Ja, je wilde kijken of je de... Ja. Jij bent daar een beetje het aangewezen persoon voor. Oh ja? Zat ik een beetje te zien tegen wie, van wat ik tegen gespeeld heb. Oké. Dat zou kunnen. Kijk. Ik moet wel zeggen, ik heb zelf al een tijdje, al een paar weken nu geen 40k meer gespeeld volgens mij. Het zal wel even inkomen moeten. Gewoon spelen! Maar op zich. Slecht. Kunnen kijken voor misschien ergens volgende week. Reken hoor. Qua planning hoe ik zit. Even snel kijken. Zaterdag overdag. Zondag. Ik moet heel even kijken hoe ik zit. Want ik heb planning tegenwoordig. Lang leven. Je hebt hobby planning. Nou, niet eens zozeer hobby planning, gewoon planning. Want met stage en zo moet ik iets wel hebben. Ben ik af en toe ook in het weekend bezig. Waarschijnlijk zou ik. Zit nog niks in. Waarschijnlijk zou ik zaterdagmiddag wel moeten kunnen. Avond ben ik vol, maar de middag zou ik wel. Ja, maar de avond ben ik ook vol. Nou, top. Necrons, iemand van mij geven, dat schiet niet op. Oké. Dat past gewoon niet. Ja, dat heb je zoiets van dat. Nee. Orcs samenwerken met humans. Wordt ook zo'n dingetje. Wordt ook debatable inderdaad. Ja. Nou, dan Nurgle. Wow. Ook niet echt. Nee, dus je bleef een beetje over, laat maar zeggen. Voor een beetje wat logische sens maakt, zeg maar. Ja, daar ging het om. Nou, dan zou ik zeggen komende zaterdag kan ik wel een potje in de middag. Ja, dat is een garbage. Ja, moeilijk denk ik. Ja, want ik heb avondeten om 6:00 hier bij Ismoris met een groepje. Ja, maar je bent een uurtje of 3 bij je. Ja, maximaal, dus ben je 50 klaar. Ja, klopt. Oh, we gaan lekker inderdaad 50 punten doen. Ja, 50 punten wordt opgeroepen. Ik heb al een tijdje geen kijk, als ik 50 punten geef en ook geef jou een cycle of een captain. Dan gaat het wel heel hard. Dat maakt een heel groot verschil. Ja, dat maakt het wel heel erg challenging nog bij jou. Ja. Op 50 punten geeft het me een kans. Ja. Om dat te halen. Dan is het nog zeg maar reëel te doen naast van, het valt nog te vermoorden, zeg maar. Moet ik even kijken wat voor lijstje ik kan gaan maken dan. Oh, in 50 punten kan ik wel 2 verschillende regiments gaan doen. Ja, dan wil ik even vragen, wat voor lijst gebruiken we dan? Gebruiken we dan 2 patrol detachments? Of gebruiken we 1 50 punten ding? Of, volgens mij mag je vanaf de 50 punten mag je redelijkerwijs kiezen wat voor detachments je doet. Volgens mij hoef je niet eens meer per se een patrol detachment aan te doen. Zolang je maar gewoon voldoet aan de normale... Ik kan 50 punten neerzetten in één patrol detachment. Ja, dan kun je dat doen. Dat red ik gewoon.
Dat scheelt jouw CP natuurlijk, dan heb je meer CP over. Meer CP over? Nou, in principe, je koopt steeds je detachment. Je helemaal ervaren. Maar in een patrol detachment, als je ward in een patrol detachment zit, dan krijg je de CP die je besteedt aan het detachment automatisch terug. Maar nou, tot nu toe heeft dat helemaal niet zo heel veel geboeid. Maar bijvoorbeeld in een 50 power level potje begin je dus met 6 CP, minder kosten van je battalions. Maar als je bijvoorbeeld alleen maar een patrol attachment hebt en daar zit ook je warlord in, begin je dus gewoon met 6 CP. Want je krijgt de CP die je uitgeeft aan een patrol attachment, krijg je dan gelijk weer terug. Ah. Maar ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik neem een patrol attachment en een vanguard attachment. Ja. En mijn warlord zit in de patrol attachment, dus ik krijg de CP daarvan terug. Dat is echt een patrol attachment. Maar mijn vanguard detachment kost bijvoorbeeld, zeg maar wat, 2 CP. Nou, dan begin ik dus met 4 in plaats van 6. Ik heb de vorige keer heb ik 50 punten in 1 patrol detachment neer weten te zetten. Nou, dat is best wel lekker proppen. Dan mag je 2 HQ's in. Aha. 2 elites. Aha. 2 troops. 1 plus troops is het, 1 tot 4 geloof ik zelfs. Ja, nou ik zag 1 tot 3. Er zaten er maar 2 in. Oké. 2 vaste techs, 2 heavy support. Ja. Ja, dan als je lekker een diverse leger neer kan zetten op die manier, dan is dat prima. Dan past dat heavy support niet eens gebruikt. Oh, there you go. En vast tekst wel, ja. Denk alle 2 van ze. Oké. Maar het was nog geen heavy support, dat heb ik nu weer wel. Nee. Ja, kijk, ik zou waarschijnlijk... Ik heb mijn Razorback ingereld voor Whirlwind. Ah, oké. Okay. Razorback had ik toch nog steeds niet gebruikt. Ja, fair enough. En Whirlwind was 1 punt duurder. Kijk, ik zou waarschijnlijk voor een patrol detachment, of nee, ja, misschien een patrol detachment of een, hoe heet zo'n detachment? De warlord detachment? Nee, niet warlord detachment. De grotere standaard detachment. Patrol detachment kost 2 CP, die ander kost 3 CP, maar beide geven de CP terug als je je warlord erin stopt volgens mij. Ja, als je, degene waar de warlord in zit, die krijg je CP van terug. Nou, niet allemaal. Bijvoorbeeld een Vanguard attachment heeft dat niet. Vanguard is als... Nee, Vanguard... Vanguard heeft het volgens mij wel, maar Spearhead attachment heeft het niet. En Spearhead zit meerdere heavy supports in. Dan moet je minimaal 3 heavy supports in zitten. Oké, je hebt er ook een waar je minimaal 3 vaste attacks in moet zetten. Of ja, zou best kunnen. Dat zou, zou misschien de Vanguard kunnen zijn. Want het klinkt op zich wel logisch, Vanguard is snel naar voren, achter. Ja, dat is de Ravenwing detachment. Nou, fair enough. Makes sense, hè, met iets te veel fast attack. Ietsjes te veel fast attack. Je hebt veel meer fucking kiezen in je fast attack. Dat is echt gewoon soort van net verstommend is dat. Hoeveel uit fast attacks die je kan kiezen. Ja, het is als je ding is als factie, is het je ding als factie. Het is de second chapter. Nee, het is de... Je hebt de chapter, dat is Dark Angels. En dan heb je 10 onderscheid in. De eerste is je Terminators, dat is Deathwing, bij de Dark Angels dan. Ja. De tweede is de Ravenwing. Ja. 3 tot en met 6 zijn de gewone Tacticals. Wat? 7, 8 en 9 is de heavy support. En 10 zijn alle de troepstand en 10 zijn de vehicles. Okay. De tanks, volgens mij. Zo even, op 1 en 2 na voldoe ik aan de standaard Space Marine ding. Nou, dat klinkt toch... Lijstje, dat staat er tegenwoordig nergens erin, maar dat stond er vroeger wel in. Mm-hmm. Ja. Want dan, nu is dat, dat doe je er wel, dat is leuk. Lekker thematisch. Waarom wil deze niet? Eventjes een papiertje pakken. Kijken of ik deze nog pak. Ik ben een waterpak. Waterbak. Of eentje staan op de tafel daar zo. Gewoon een kommetje, zeg maar. Nee, schip en dergelijke verf, dat lukt wel, geloof ik. Ja, dat moet wel kunnen, denk ik. Moet wel lukken.
Oké, dan ga ik gewoon even hier met dit tooltje aan de gang. Dit eventjes, want dit is een beetje opgedroogd hier. Waar ergens stond hij? Helemaal op de andere tafel voor in de winkel, volgens mij. Zo. Pakken we een klein beetje van het medium. Dat is niet medium. Ik woon 10 meter van de Weet je bijna gedaan, had ik je misschien even over moeten steken. Mogelijk wel, ja. Dat was waarschijnlijk sneller geweest. Ik denk, ik ga gewoon kijken of ik jou ook verleid op de potje. Like I said, not today, I'm afraid. But next week. Oh ja, ik moet hier nog een kleine aanpassing in maken. In mijn oorboek hebben. Want de klopt iets niet helemaal. Staat helemaal voorin in de boekenkast inderdaad, ja. Maar dan moet je voorzichtig mee zijn met water. Ja. Want ik moet niet de worst over hebben, ik moet vetter en bodyers. Ik spoel eventjes dit tegen mijn spoel. Mag ik nog 15 kaarten? Dat weet je toch wel. De bestelling gaat al weg. Beurt 19:58. 2 minuten geleden. Ik zoek wat ik ook op bestellen. Dan. Ik zelf. Kabi, waar blijf je? Je krijgt een save point per battle onder die je hebt, hè? Het maakt niet uit hoe je eraan gekomen bent. Ja, inderdaad. Ja, maar Death en Terminator zijn al een dubbel geworden. Vanwege de battle onder... Vanwege de... Ja. Mochten ze tweede, mocht en unit en veteran erbij. Nou, dat is wel lekker. Dus ze zijn zo Fleet Foot en veteran warriors. Snelle jongens. En de veteran warriors is de reroll, toch? Ja, die reroll wants to hit. Ja, Die 2 plus to hit. Ja, dat is... En wat was het? 31 attacks uit de unit op de charge. Als ik het goed voor elkaar krijg. Jezus, dat zijn wel veel attacks inderdaad. Waarvan 24 met strength 10. Kan ik dit in mijn... En dan wacht niet bezorgen? 24 stuks met strength 10. Ja, oh, double damage. Dat huidt hard. Dat heet Thunder. Sorry. Alle voordeel van de Thunderhammer, onder de nadeel van de Thunderhammer. Ja. Heet dat. Ik heb namelijk niet de minator van de Thunderhammer. Ah. Die krijg je gewoon niet ofzo? Ze hebben geen Thunderhammers.
Oh, ze hebben meesters of absolution. Okay, which is something obviously entirely different. Wink, wink. Ja. Je betaalt 11 punten voor Pijnman. Dus mag je dan een beetje extra voor hebben? Maybe. Ja. Hey, Ravi. Mace of Absolution. Melee. Strength times 2. AP punt 2, 3 damage. En de baas heeft de flail of the unforgiven. Klinkt lekker vrolijke factie. Zo, plus 2 strength. Min 3 AP. 2 damage each. En damage transfers. Oh, kijk, dat is wel leuk. Zeker tegen grotere horde units, zeg maar. Ja, 7 attacks op de charge. Zo. Met die man. Ik heb er 5 requisition points uitgegeven aan die unit. Zo, oké. Goedemorgen. Ja, daar hebben ze nu allemaal plus in attack, standaard. Oké, dat is via... Dark Angel. Dat is een Dark Angel specific thing? Ja. The Lion and the Wolf. Purchase a requisition at any time. Select one Dark Angel Infantry or Dark Angel Biker model from your army that is not a character. Yeah. Each model can only be selected for the character once. Add one to the model's attack characteristics. And that model gains the following ability. Victory over the Sons of the Wolf. Each time this model makes a melee attack against a Space Wolf, add one to that to hit and to wound them all. Oké, okay. Ook nog leuk tegen specifically Space Wolves for some reason. Er is een ancient enmity tussen Dark Angels en Space Wolves. Als die bij, als die bij elkaar komen voor een battle, dan is er altijd een ritual combat tussen één man van de Dark Angels en één man van de Space Wolves. Oh, oké. En daar slaat dit op. Humor. Dit is dus de victor geweest van zo'n battle. Ah. Ja, daar gaat het om. Humor. Ja. Maar dat is dus als ritual ingesteld om te voorkomen dat het daadwerkelijk tot een clash komt tussen die twee. Ja, want anders gaat dat fout. Spaceballs zijn namelijk van attack. Ja. En daar geen op zijn van, we staan hier. Kom maar. Ja, oké. Okay. En dat botert niet altijd. Nee, dat botert niet helemaal lekker, lijkt me. Dit is niet heel goed. Dat dit potje een beetje aan het sputteren en pruttelen is. Jij hebt hem doorgeroerd, of? Ja, geprobeerd en dat werkt nog niet helemaal lekker. We zien wel. Alleen geschud of ook geroerd? Geschud en geroerd met stoppen, zeg maar. Oké. Okay. Dat is een doosje trashbrushjes. Ik kan voor wel eventjes inlaten. Nou, ik zocht eigenlijk. Mijn roerhoutje. Oh, die had je erin laten vallen ofzo? Nee, die ligt er standaard in. Oh. Er ligt altijd een roerhoutje in. Oh, die doosje. Sorry, ik heb echt letterlijk exact zo'n doosje ook daar liggen. Dus ik dacht van vriend dat die. Ja, ik dacht heel even dat het een vage R was, zeg maar. Ja, oké. Okay. Never mind. Het potloden doosje van de lagere school. Ja, yeah, fair enough, oké. Okay. Ja? Ik heb dus exact zo'n stijlpoosje. Ja, ja. Maar dit is mijn potlooddoosje van het lagere sport. Die heb ik nog altijd bewaard. Okay. En dat is al even terug van mij. Ja, ik denk het wel. Een paar jaar. ruim een kwart eeuw al. Oh, nou, ik heb net mijn eerste kwart eeuw op deze aarde gevierd. Dus... Nou, een kwart eeuw geleden zat ik al in de eerste van de middelbare school. Ja, well, there you go. Ja. Als hij de tweede part betaalt, vind ik. Ja. Goed zo, deze kan ik redelijkerwijs afschrijven. Jammer.
even een, wat heb je gemaakt? Een soort doosje? Oh, wegpellet. Ja. Hey, ik heb net eten bij jou besteld. Ja. Moet even gaan worden. Dan ga ik het omtrekken en moet ik me even omkeren. Oké. Okay. ervaring. Ja, 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 ja. Deze nog. Misschien krijg ik hem nog werken. De Dark Green Ink. Die is belangrijk voor je dark. Dan stappen af. Nou, dat is moeilijk. Moet ik afstappen? Deze. Dan stappen af. Als. Hart. Goed. Dan nog zes. Spannend. Wanneer is het toernooi dan? Ik dacht 23 november. Is dat een thema? Oké. Maar ik heb ook nog wel wat andere dingen te doen de komende weken, zo is ik. Nee, ik bedoel dat je zo in de stress zat, dat er per se van stress, het is meer van, ik vind het heel fijn als ik gewoon dat klaar heb. Dan hoef ik niet in de kleine uurtjes hier en daar tussendoor te schilderen. Plus had ik het enigszins al op langere op de baan gezet dat ik ook het verven een beetje wil streamen. Stormcast. Schaal ga ik voor het online gebruiken. Oh, ik ben bezig met de conversion van die 1. Oké. Okay. Yes. Ik moet de shoulder pack doen. Nice. Die moet ik op een of andere manier even een beetje kort zien te harken en daar een paar Terminator shoulder pads van een Dark Angel op zien te krijgen. Nou, die van mij heb ik. Oh, die staat nog op de tafel daar zo. Version. Hij begint erop te lijken. Ah, het is voor mij ook vintage tijd. Ja. Kijk, dat heb ik dus ook. Dus ik heb mezelf nu enigszins geforceerd dit weekend gewoon vol te zetten met verven. Ja, dan moet ik mezelf er wel een beetje aan houden natuurlijk. Ik werd gelijk op een dark. Zet ze niet thuis. Ik heb het. Ik ben 13,5 groot. Dat is de rij die ontstaat. Ik ben even staat tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig heet het Caliban. Het klopt niet. Het is net ietsje anders ook. Voor zover ik begrepen heb, qua kleurenstelling. Ja, maar het klopt niet. Want ten tijde van toen Caliban nog bestond, waren Dark Angels zwart. Ja, F. Maar dat zou wel Dark Angels Green moeten zijn, zo'n beetje zo. Oké. Degene die het dichtst bij mijn buurt komt, zeg maar. Ja, Caliban nog veranderd en dat van de Dark Angels. Dus. Zou je zeggen dat dat toch enigszins de vervanging zou moeten zijn van? Juist. Want ik ook niet al mijn verf die ik heb. Ik heb, niet... Ja, ik heb ook nog wat verfjes thuis. Dit is gewoon makkelijk mee te nemen zo. Juistjes. Dus dat is allemaal prima te doen dan.
Lukt die, Ben? Even je tafeltje. Ja. Ruikt goed hoor. Lekker zo'n pizza. Die was wel kort. Nu verder bakken voor. 1-1 slag uit. Normaal 1-1. Echt het al bij die extra kaarten. Zo, even kijken, wat kunnen we hier nog meer zo makkelijk doen? Ik krijg 15 kaarten. Ik had mijn föhn mee moeten nemen. Ja, haardroger zeg maar, zodat ik dingen snel kan laten drogen. Ah, ik heb nog een föhn in de auto geleverd, maar dat is een verffeun. Ja, die gaat misschien wel iets te hard. Die gaat alweer net iets starten. Het is dan wel een verffeun, zou je zeggen. Maar... Ah ja, het is een verfbrander officieel. Ja, nou, dat bedoel ik. Dat gaat ietsjes te snel voor me, lees ik. Dat, Niet zo zeiken, zegt hij dan. Ja, ja. Ik moet er afstand houden, dus. Ja, mijn mini ook afstand houden, zeker. En, ja, als hij wegsmelt. Ja, exact dat. En als ik een metalen mini gebruik, dan begint het te gloeien. Nee, zo heet wordt het ook niet. Oké. Een eentje. Wat is het hier allemaal in zitten? Ik noem het een beetje erg. Ik heb een 0-0. Ja, dat zijn de Winsor Newton series 7, of niet? Ja. Ja, die zijn wel lekker inderdaad. Die schilderen goed. Heerlijk perceel om met de schilderen. Ja, klopt. Ja. It is what it is. Waarom ben je nou helemaal hier gaan zitten eigenlijk? Omdat de hele streaming setup hier zo vet. En het is makkelijker om mij hier naartoe te plaatsen dan de streaming setup die ik had op. Ja, dit is maar dit. Ik zou liever ook zeg maar daar zo zitten, want dan heb ik beter licht voor mezelf. Ja, maar daar gaat iedereen zitten geschreven. Dat is dan ook. Ja, nou het idee is dus dat morgen ik zorg dat er hier ook iets meer ruimte is voor anderen te gaan schilderen. Nou, ik zou ook dan voor wat meer rust zorgen. Nou, het idee is dat je dan dat we het dan voornamelijk overdag schilderen. Dus dan heb je daglicht. Dan zit je daar, heb je daar al een stuk minder mee te doen. Ja, twee lampen. Ja, voor nu voor de stream dan. Ik wist niet of er nog wel of niet iemand zou langskomen om mee te verven. Ja, dat. Ik heb deze al van huis meegenomen. Deze stond er al. Ik heb zo'n Makita accu. Oh, ja. Ja, die is ook wel lekker fel. Twee standen zitten los. Oké. Dat is een beetje bijgedraagd voor de kroon, wat ik dan heb. Dat is een beetje... Deze dan? Die, ja, die kan wel. Ik heb voornamelijk die nodig. Kun jij die gewoon gebruiken, zo? Tenminste zien wat ik verschil. Ja, want dat, je ziet daarboven inderdaad, hier, anders zit je met dat licht te werken feitelijk. Maar dan, ja, exact. Nou... Ik heb een 20 en verwichting points gehad, dus... Je moet een vallen verven. Dat is heel simpel. Pak een zwarte spuitbus en dan is het schilder. Ja, fair enough. Vallen zijn zwarte armen. Mm.
Die zijn namelijk nog de old school Dark Angel colors. Ah, oh, oké. Okay. Tjoe, ging jij nog iets van frituur doen? Ja, maar nou, dat kan nu wel, want ik was echt wat bij eten, maar mijn eten zat niet bij het eten. Oh, onpraktisch. Oh, tjoe. Oeh, dat is één soort pet. Oh, maar de rest van de koers is wel wat. Ik ga die stormkast eternal opturnen naar een heavy intercessor captain. Oh, oké. Okay. Lekker. Daar heeft hij namelijk de juiste... Ah. Wat wil je in de future? Wat heb je? Nou, patat en frikandel, dat is ongeveer. Ah, oké. Okay. Ja, ik dacht misschien heb ik kaas en vlees. En kruiden. Ja, nou kijk, je weet mijn mening over kaas. Ja, je bent ze heer. Als het in de buurt komt van mijn patat, dan ja, hoef ik het niet. Dan hoef je de kaaienkruiden niet. Dan hoef ik, whatever, dan hoef ik het hele bord niet. Is er mis met kaaienkruiden? Er is niks mis met kaaienkruiden, maar het hoeft voor mij niet in mijn patat. Is niet mijn ding. Oeps. Ik kan prima op krieltjes en dergelijke, maar patat is voor mij niet zo. En dat weet je. Ja, daarom zegt hij dan een keertje. Exact. Die weet dat hij dan een lekker kan gingen. Maar ik heb nog altijd de Space Marine variant van een gemiddelde Imperial Guard voertuig. Dat kost alleen 19 punten om neer te zetten. 19 power level? Ja. God damn, that's a lot. Dat die 4,500 punten is normaal gesproken op zetten. Goedemorgen. Is de duurste ding wat een Space Marine op tafel kan zetten. What? Basic choice dan. Ik kan mijn Deathwing Knights kan ik tot 22 punten krijgen. Ah. Dat is namelijk nog 5 man erbij zetten. Dus ja, okay. Met eentje erbij zijn ze al 22 punten. Ja, oké. Okay. Fijn, want dan zit je aan de volgende unit size, zeg maar. Ja. Ja. Dus zet je er meteen 5 bij. Want waarom zou je niet? In de Crusade variant? Ja, waarom niet? Mm-hmm. Maar zelfs buiten de Crusade variant zou je gewoon altijd dan naar die volgende gaan, toch? Mm-hmm. Je betaalt normaal gesproken punten per model extra. Als je per model? Ja, okay. Daar staat specifiek bij. 48 punten per model of zo, geloof ik. Oké. Okay. 47, 48 punten per één modelletje. Oké. Okay. Dan zet jij een heel wat die ons een beetje verneert, maar. Ja, voor 50 punten zet ik een hele unit in inderdaad. Ik één Terminator. Ja, kijk. Jouw Terminator echter maakt gehakt van mijn 10 mannetjes. Nou, dat weet ik niet. Dat ligt eruit in de charge. Dat is wel waar. Maar het is Terminator, dus die kun je in de lucht zetten, toch? Ja, diepstrijking. Ja, nou, dat bedoel ik. Dat is prima, toch? Waarom denk je dat ze nu fleet of foot hebben? Mm-hmm. Kunnen ze beter chargen? Ja, op de beurt als ze diepstrijken. Ja. Exactly. Verder hoeven ze niet te chargen, want dan zitten ze al in melee. Diep. Nou nee, meestal is de melee dus op de beurt voor afgelopen, maar... Ja, kijk. Ik heb ze de vorige keer tegen een Satan Shard aangegooid en dat was de Satan Shard. Oeh, ja, dat was wel lekker inderdaad. Sorry, de eerste was een squadje van 10 warriors. Ja, daar maak je ook wel gehakt van. Dat is schroot, zou ik willen zeggen, met de warrior. Ja, ik heb een Resurrection Protocol. Met welke units? Ja, Resurrection Protocol moeten ze wel, er wel eentje blijven leven. Eén blijven leven. Ja. En ziet er precies uit als... Het was niet helemaal goed gegaan, want dan zag ik de power ging niet door. Oh. De Psychic Power heeft ze plus 1 strength, plus 1 toughness, plus 1 attack. Kijk, dat is en always strike first. Oké, okay, kijk, dat zeker het laatste is wel. Nou ja, dat is een combinatie van twee, maar okay. Daar is mijn librarian voor. Ja, het hebben zoveel tegenstander. Nou kan het, want dan mag nu 3 Psychic Powers casten. Ah. Dan kan hij nu ook de smite doen. Ja, nu kan maar eigenlijk dat is hij daar niet voor bedoeld. He's not meant to smite, but he will now if he can. Ja.
Eerst ervoor om de Terminators beter te krijgen. Mm-hmm. Ik bedoel, Terminators Killers Tank 10 staan te mappen met 3 wounds per hit en dan 6 attacks de man maken. Ja, die zijn best wel lekker. Dat gaat trouwens ook op als ik gecharged word. Plus 1 attack. Mijn Space Marines. Lekker. Al mijn Space Marines. Kijk. Ik dacht dat het alleen op charging was. Maar het is op charging. Heroic intervention en gecharged worden. Hijkt. Dus alleen als ze een beurtje lang blijven staan in combat hebben ze niet. Ja. Oh, maar dat gebeurt niet zo heel veel met Space Marines. Ja, daar gaat meestal wel dingen dood, zeg maar. Nou, Jasper maakte de vorige keer een suicide attack met zijn scherp. Oké. Die had 3 scarabsworms. Die charged mijn chaplain on bike. Ja, kijk. Dat waren misschien... het einde van 3. 3 scarabsworms. Dat is misschien inderdaad niet de handigste keuze. Maar ja, hey. Things happen. Ja, ze heeft 1 wound gedaan op mij. Oh. Maar Erik, Kloggers zijn nog naarder geworden. Ja? Ja, ja, je weet op die ability dat ze hebben, die waar ze CP-punt voor betalen. Alle 1 zijn mortal wounds op mij, alle 6 op jou. Ja? Ze hebben nu een hero once to hit. Oh, gadver. Ja, oké, okay, dat is wel naar. Dat is wel naar, ja. Ik zal wel even voor de keer een beetje mee te Nee, ik heb alleen maar toiletpapier. Bij de handje. Ben jij aan het filmen? Dank even. Ik vond Dark Angel Screen altijd nog net wat te licht voor mijn Dark Angel. Maar als je het eerst een Black Ink opengooit en dan een Dark Green Ink, dan doet het redelijk. Ja. Maar dit was het enige model van mijn Tactical Scott dat nog niet geschreven. Ja, dat is wel. Ah, oké. Okay. Ik denk dat er een Lorion. Ik moet namelijk. Ik moet precies een puntje bij scoren. Dan hebben we een hele squad Black Knights ook wel eens in het. Uiteindelijk wat ik kan doen met Black Rage Points. Ik dacht dat alleen de Unit Champions was. Maar het blijkt dus gewoon een hele squad. Ik mag in principe ook mijn Tactical Squad. Oké. Okay. Infantry or Biker model, not non-character. Ja, voor mij is het wel zo dat je in principe altijd eerst je character moet doen, maar daarna kun je inderdaad gewoon verder met... Nee, not a character. Ja, ik bedoel de Unit Champion, zeg maar. Ja, die heb ik al. Ja, maar dat is ook de meest nuttige, want die heeft namelijk een Masterclass Power. Heeft hij dat van zichzelf al? Nee, dat is weer gerommeld. Oké. Apparellijk. Oké. Dat heb ik toen die ene punt extra, die ene requisitie punt extra moeten betalen. Even verder droog. Leuk nog, dat was toen dat al dat kwam jij toen mee. Oh, dat werkt niet zo, dan moet ik een requisitie punt betalen. Oké. Okay. Een blok eet ofzo? Dat blokkeerde. Maar die heeft een Masterclass of Powers. Mm-hmm. Dat doet niet zo heel veel meer dan zo'n power soort die hij had. Maar het is toch wel. Het doet een extra schade. Nou, dat is wat het doet. In plaats van 1 doet hij 2 damage. Nou, dat is solid toch? Ja. Die heb je niet nodig. Volgende keer dat mijn barbarian level krijgt die de line voor de hoor. Masterkracht om een plasma. Ja, gewoon niet terug. Okay. Niet terug, maar niet terug. Je rijdt gewoon 100. Iedereen rijdt 130. Maar nog altijd de rechterbaan en de linkerbaan zonder probleem. Vijf banen van
kutdoos, nachtelijke breiavond. Van het wedstrijdgebied weet je in huur kan. Chaco. Is dat Costa? Deze door. Hoe is deze door? Als je nog door laat gaan, misschien in je laatste kastje. Nou ja, je zei dat je alleen maar frikandellen en patat had. Doe ze dan maar een katamaran, hè? De keuze is ruim. Ja. Als de keuze niet zo ruim is, dan... Moeten we maar creatief zijn. Ja, dat ging dus wel beter los. Dat was van, Terminators, Close in Attack, Elk. Laat me eens denken. Nou, dat ik er eigenlijk nog niet zo lang over hoef te denken als ik het eenmaal had gezien. Dat is zo van, nou, ja. Want die librarian is ervoor om ze een reroll te geven voor een charge distance. Plus 1 strength, plus 1 toughness, plus 1 attack. In 2 psychics. Ja, dat is niet weinig. Diepstruik. Hallo. Klap, klap. Maar kan die dat psychic op de power op hun doen terwijl ze nog in deep strike zitten? Nee, maar de psychic phase is naar de deep strike. Nou, want de deep strike is bij Fortikin natuurlijk in de movement. Nee. Ja, deep strike is end, is de, ja, is end movement. Ja, en het, movement is hier, en het is hier command phase, movement phase, psychic phase, shooting phase. Ja, X. In Age of Sigmar heb je zeg maar je spellcasting voordat je move. Ah. Nee, het is hier nadat je gemoved hebt. Ja. Dat moet ik steeds even tussen switchen. Dus een beetje drop in, boost je Terminators en dan ga je Terminators. Keihard klappen. Ja, maar ze doen ook niks anders dan klappen met Terminators. Oké. Okay. Ze hebben een Storm Shield en een equivalent van de Thunderhammer. Oké. Dus het is wel een 1 plus 4 plus 7 wat ze hebben. Ja. En de 4 plus is de invulnerable. Ja. Ach, ga daar even staan. Hey Sil, je dek spoep. Je dek spoep. Nee, je mag gewoon houden. Gewoon heb je gewoon een 4 maanden 3 drie. Oh ja. Een rol van 1, 2, 3 to wound, don't wound. Okay. Period. No matter what modifiers or strength. Oké. Okay. Ja, dat kan. Dat geldt voor al mijn Deathwing infantry. Ook mijn librarian. Oké. Okay. Ja, ik zie het allemaal. Volgende week zat er wel, I guess. Dat is waarom ze zo fucking duur zijn. Want een normale Deathwing Terminator squad is al een punt duurder dan een normaal Terminator squad. Ja, ik heb wel een optie, dan kan ik twee mannetjes neerzetten. Sorry, kan ik voor 4 punten een Terminator squad neerzetten. Van 2 man. Oké. Okay. Niet hoe nuttig. Dat ja, kan altijd wel nuttig zijn, ik guess. Dat is mijn Deathwing Command Squad. Deathwing Command Squad, oké. Okay. Ja, begin je met 2 Terminators. Apart. Zucht. 2 Terminators, zijn 2 Terminators, right? Zo. So. Ja, je wel van 1 champion. Uiteraard. Ja, nou. Prima, heb je zelfs een Terminator Champion. Dus. Eén probleem. En die zijn multidirectional. Je kan ze uitrusten als een Assault Terminator of als een Shooting Terminator. Nou, nog beter zelfs. Ja, maar dat is mijn Deathwing Squad ook al. Echt een ogen. Dat is niet mijn probleem. Het is voor jou om lekker mee te puzzelen. Ik mag puzzelen met welke unit ik in welk regiment ik ga stoppen. Ik heb van de week wel
Codex 6 en 7 teruggevonden van de tijd. Ah, kan de papieren van iemand trekken. Ja, die had ik altijd al. Mm-hmm. Ja, die zaten ergens nog in een doos of zo. Ja, ik was ze wat aan het zoeken. Ik kwam dat tegen. Oude codexes. Dat ook altijd nog stel wat lore in en zo is wel leuk. Ja, ja. Maar de meeste lore die ken ik al. Ja. Dark Angel. Jij draait editie 4 ongeveer. Ja, dus. Ik wou net zeggen, jij draait al een beetje mee in dit, met de Dark Angels al een tijdje. Ja, toch wel. Ja. Jij zou zelf een Blade Guard veteran zijn, of misschien een Ancient of zo. Binnen de. Hey, nou, dat zou. Dan zou ik meer een Deathwing champion zijn. Oké. Okay. Vanwege de lore die ik heb. Okay. Dan ben ik of Deathwing of dood. Oké. Okay. Ja? Ja. Dat heeft te maken met Unforgiven, dat ik dat te zeggen weet. Dat weet je alleen als je, zoveel als ik weet, ben je alleen een beetje als je hoogste rang Deathwing bent. Ah, oké. Okay. Of Interrogator Chaplain of dat. Ja, zeg maar degene die, they know too much. Ja. Clockwork Librarian! Ik zeg alleen maar Clockwork Barbarian! And that's how we got banned on Twitch. Want Benjamin riep in de achtergrond. Kok! Ja, kok en een G. Ja, goed. Kok. Nog één. Ja, je bent zo moeten worden. Ja. Zijn kok enthousiasts. Gewoon inderdaad een soort van voice recognizer, wanneer één persoon een bepaald persoon spreekt, inderdaad automatisch censuren. Uit dat zijn. Hoe is dit doorgekomen? Het grootste deel van mijn leven is, nou, we zitten nu in de dunnecoat. Lekker. Alleen met Terminators niet. Daar komen dan wellicht in de kant op vast. Mm. In die bone white geschilderd moeten worden, wil ik ze niet zwart in de kant. Nee, dat is een beetje een k-werkje om ze dan volgens weer naar wit te krijgen. Ja, dat gaat hier ook nog gebeuren, want deze heeft staat in een kloof die die kleur moet gaan krijgen. Ja, 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 ja. Dan wordt dat eventjes karig meerdere lagen wit erop smeren. Nee, ik begin met bruin. Lichtbruin. Dat werkt beter. Omdat het gewoon white moet worden, moet ik een beetje de bruinige ondertoon hebben. Verder dan een beetje de warmere tonen, zeg maar. Ja, en als je dan met bruin, lichtbruin begint, langer zeggen. Mm-hmm. En dan trek je hem omhoog naar de boom. Ja. Dan heb je een beetje dat bruine er op de achtergrond doorheen schijnen, inderdaad. Ja. Dat is wel een goed idee, net. Ik geef je net even iets mooier ondergrond. Mm-hmm. Zoals dat je met op zwart moet schilderen. Weet je ondertussen ook iedereen zegt. Ja, en toch zit ik hier ondertussen metal op wit te schilderen. Maar... jammer weer. Het is een best wel goede, heel erg dekkende lijstwerk. De acrylic gun metal. Van, eigenlijk bedoeld voor Airbrush van Lego. Ja, jammer. Ja. Deze resultaat wat ik prima vind voor het toernooi. Dus, Een haartje. Nee! Kaartje niet. Nee, nee, ik heb het. Hele deck hier. Hallo. Hallo. Hey. Ja. Altijd? Check nee, hij bedoelt de hond. Oh. Een hond erbij.
Altijd of zijn je geld te geven? Ja, dat is als voor personen. Personen zijn altijd welkom als geld. Dat niet aardig. Kijk, ik heb nou Whirlwind. Oh, very nice. Hey, Dylan. Robin. Ik ben lekker aan het schilderen. Je lijkt een mooie elementen. We hebben een stream, heel. Ja, een stream. Een beetje testen. Het is een beetje lastig werken met het licht en zo, maar het is... Op Twitch? Of... Ja, op Twitch inderdaad. Okay. We hebben een kanaal van de Games Guild, zeg maar. Daarin streamen we de Magic toernooien. We streamen af en toe dit soort dingetjes. Dus en bijvoorbeeld elke donderdagavond hebben we een console night, zeg maar. Dan streamen ze een beetje whatever console games op dat moment aan het spelen zijn. Lekker een beetje content vanuit de guild. Ik was er maar bezig voordat mijn kleine geboren werd. Ik heb er nou helemaal geen tijd meer voor genomen. Ja, het is nu voornamelijk Benjamin die daar zit met zo'n beetje rood kleurige beanie. Die is een beetje het grote man erachter. Ja. Robin, Ozzy, Robin. Pokémon. Wat speel je geworden, maar dan? Ik speel Stormcast Eternals. Dus dat zijn een soort van warriors geforged uit metal. Yeah. The heroes of old reforged into armor. Ik heb ooit een keer op de Spellenspectakel één poppetje gekregen. Oké. Okay. Naar een hele korte workshop. Van het enige wat ik nog kan herinneren was dry painting techniek. Ja, dry brushing inderdaad. Dry brushing. Ik ben er nooit in doorgegaan. Ik vind het altijd mooi om te zien, joh. Ja, het is allemaal lekker een beetje verf. Het is allemaal ter voorbereiding van een toernooi, zeg maar. Ja. Het toernooi vereist dat je modellen op een tabletop niveau gepaint zijn. Dus ik ben er niet heel veel detail op in te gooien. Maar dat mag juist nog niet... Minimaal, zeg maar. Het looks goed van 3 feet away. Ja, zeg maar, dat is tabletop. Het staat op de tafel en het ziet er ook uit. Dat is zeg maar tabletop niveau. Maar dit is de Magic winkel uit Alphen dus. Ja, dit is eigenlijk de plek waar Magic gespeeld wordt hier in Alphen. Ja, en ook Warhammer inderdaad. Ja. En ook wat board games en dat soort dingen. Dat. En hier spelen dus ook Adventures League op de maandag. D&D eigenlijk. Ja, ze vragen het ook zitten. Ja, Harvey zit daar met, die zit nu Magic te spelen. Ja, hij had zijn bekende deck bij zich. Ik zag zijn achterkant al. Luzie. Ja, lief hond. Ja, dat is mijn dog. Kleine trots. Hij is net mijn eigen maatjes. Het is nog een beetje spannend met vreemde omgevingen en drukte. Was hij? Middag op de intratuin geweest vanavond, Halloween, dus hij heeft wel aardig wat... aardig wat dingen meegemaakt vandaag, hè? Hey, ik moet niet even op de stream, jongen. Hey. Nee, kijk. Oh, je bent niet zichtbaar. Nee, niet zichtbaar. Nee. Oh ja, een klein beetje daar inderdaad. Een beetje daar. Nee, hoe zie je? In principe, we hebben dus eigenlijk daar een camera en hier een camera. En dan, ja, ik was er 6 jaar geleden mee bezig. Ik hoorde dat Twitch echt groot werd. Oké. En het was echt lachen. Oh. ik doe gewoon mijn eigen ding op mijn karaktertje. Mm-hmm. Maar ik had wel de lol erin, joh. Ja. Nee, dat is ook een beetje de reden waarom we het nu doen. We hebben eigenlijk gewoon, we willen gewoon leuke content maken. En als dat betekent dat er ook meer mensen naar de guild getrokken worden, alleen maar bonus. Want, ik heb mijn eigen clubje. Oké. Ik heb muziek draaien. Ah, oké. Okay. Een club gemaakt van RPG. Nou ja, Ben. Waar iemand een code voor me heeft geschreven. Ja. Alle lampen aan en uit zetten on the fly. Dat is wel leuk. Vorig jaar Halloween had ik dan een OST voor een game waar ik de muziek voor gemaakt heb. Mm-hmm. En langzaamaan de club steeds smeriger werd en steeds meer mensen binnenkwamen aan de hand van hoeveel mensen er keken. Ja, zo kun je inderdaad... Dat is een leuke project. Dat is een leuk idee, man. Een soort van je eigen club, maar dan via Twitch. En, het is zo satisfying als het allemaal werkt. Ja, en zeker als mensen ook gewoon plezier erin hebben in het kijken en dan zo. Dat geeft gewoon wel leuke voldoening. Mm-hmm. Ik ben trouwens ook een beetje aan het cheaten wat betreft paints hier en daar. Want je hebt dit hebben ze op een gegeven moment bedacht. Contrast. Dat is een soort verfsoort. Die heeft eigenlijk als het ware... is heel erg vloeibaar. Hoe meer laag je doet, hoe andere kleur. Nou ja, het is meer inderdaad... het loopt in alle diepe deeltjes.
En het creëert als het ware gelijk je schaduw. Ik vind het shading, ik vind het echt heel sexy, die blauw daar zo. Ja, want dat is bijvoorbeeld ook zo'n. Want dat is in principe één laagje van dit spul. Op een witte ondergrond. En dan ziet het er gelijk zo. Ik zie de glazen gewoon. En ook dit oranje bijvoorbeeld. Dan denk je, nou oké, er is waarschijnlijk een donkere verf. Ik ben een 80's kid, dit is echt mijn kleur gewoon. Ja, oké. Paars de glazen, echt. Ja, lekker toch? Dat is, ik heb een beetje paars de glazen, oranje kleurtjes en wat armer. Maar ik moet nog wat verder met hem doen. Dit is trouwens mijn meester in Dungeons & Dragons momenteel. Ik ben echt een gigantische noob. Want ik zit expres naast hem. Beetje, ik ga niet van alle hulp die ik hem kan krijgen, want het is echt waardevol. Ja, ik ben ook bezig, maar ergens anders dan meteen even uit te spelen. Ja, dat is leuk. Het is een. Het is simpeler dan vorksystemen, maar dat is wel lekker. Een level 6 monk. Ah, monks. Static Strike! Ja, wij mogen het alle boeken de zooi halen. Dus ik heb de. Hoe heet het ook weer? Uit Eberron, de Dragonmark. Oh, Dragonmarks, ja. Dragonmark. Ja, ik ben wel blij dat ik eindelijk een beetje wat meer los begin te komen erin. Ik was in het begin echt. Ja, dan heb ik nog wat tattoos en zo erop zitten met die tattoos. Mm-hmm. Nee, maar jij inderdaad, je komt steeds meer ook los lekker in de groep. Want het was ik voor jou. Jelle veel gisteren. Ja. Dat was ik echt zelf verbaasd van. Ja, maar Jelle kan af en toe ook luid zijn. Hoi Jelle, als je in de chat zit. Ik weet niet wat die in de chat zit. Ah, dat was echt huwelijk. Ik vond het gisteren echt een leuk potje. Jeroen had er ook gewoon zin in. Ja, het was erg leuk. Dat was 2 weken geleden een iets andere vibe. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar het was gisteren gewoon weer leuk. Ja, nou, soms hangt het gewoon volledig af van een beetje wat de mood is van de persoon. Ja, maakt ook niet uit. Het is allemaal een leuke sessie in doen en zo. Dus. En, even kijken, we zijn wel alweer een level up nu. Ja. Ja, ik 2. Snel. Jij een soort van 2 inderdaad. Dat is een heel droog. Ik heb een extra attack. Ja. Paladin. Ik ben Paladin. Melon Ask. Don't ask. ik ben inderdaad een monk. Om nu met 5-6 packs kan ik in 1 beurt uithalen. Dat is maximum. Ja, en al die unarmed strikes en zo. Ja, dan spreek ik een hele point en dan krijg je een extra attack van de keypoint heb gespeeld. Attack hier, nog een attack. En dan nog wat tattoos erbij. Je hebt in Tasjas hebben een tattoo staan. Mm-hmm. Die is in principe het +1 wapen van de monk. Okay. Dan krijg je unarmed attacks +1/+1. Kijk, dat is wel leuk. Ja, en dan heb ik dus in overleg met de DM. Mm-hmm. Hebben we dat gemaakt alsof het gewoon een normaal magic weapon is, dus ik mag hem ook levelen naar +2/+2 en uiteindelijk naar +3/+3. Oké. Okay. En dan mag je nog once between sunsets. Mm-hmm. Hij reset op sunset. Ja. Niet op sunrise, maar op sunset. Oké. Okay. Ja, het is een shadow-achtig dingetje, geloof ik. Oh, oké. Okay. Krijg je 15 voet reach en een extra D8 damage. Er zit een kabel trouwens. En een extra D8 damage, of D6 damage. Ja, dat was wel lekker. Voor een minuut. Hallo? Hé, jij hebt eten. Ja, mag ik. Dat is in principe een once a day ding, maar ja. Dan nog. Wat gebeurt daar dan? Dat is... Dat moet ook gebeuren. Drinkwatchen. Dat is de chill hoek. Nou, het is ook een soort de stream setup hoek, want daar is eigenlijk. Dat scherm daar is eigenlijk dat scherm daar. Okay. Maar even zo geconnect zodat we ook de stream kunnen zien van hier. Maar er waren hier geen DDR-kasten of iets wat ook. Jawel, DDR's zijn nacht. Ik mijn neef, mijn schoonbroer, die zei een tijd geleden. Ze zijn bezig nu daar. Er zit een half nu ook een DDR-ruimte. Dan weten ze dat ik dat wel leuk vond. Tjoe! Vond. Is Benjamin achter? Anders kun je even vragen of die even een toertje geeft aan de leerruimte. Gewoon even spieken. Dat is gewoon hartstikke leuk. Ik wil vrijwillig in de weird dungeon. In de? In de weird dungeon. Oké. Ik ga op druk op kast. Als we hij hebben, zal het bij eerder op hunnen kunnen hebben. Eén zit in één. Oké, ik heb een officieel wat. Nee, schoolwaard. Ik was te kijken of ik nog snel die trein had. Dit zijn de echte antieke. Ja, dat zijn de echte oude potjes inderdaad. Ja. De goede potjes. Ik heb er nog een paar van staan thuis, maar die zijn of niet zo heel goed meer. De goede potjes zijn dit. Want deze staat al 5 jaar stil, minimaal. Doe dat. En dat is een vijf spoelbaar. Deze kan ik spelen.
Ink, wat is dit? Purple ink. Abelsen. Abelken met op. Ik zag eigenlijk een snakebite. Daar zit hier niet in. Snakebite leather. Ik heb misschien wel de contrast. Voor de eerste laag op de kloop. Het is voor de eerste laag op de kloop. Dus ook niet contrast te zijn. Dat was ook niet als meerschap, want het ziet er heel anders uit dan de oude snakebite. Ja. Volgens mij heb ik wel nog een vloeibare snakebite thuis staan. Oh. Hey, snakebite. Nee, hij staat niet thuis. Nee. Oké. En daarvoor even tegen. Ja, dat is wel met die potjes. Hè. Soms een beetje lastiger open te maken. Ja, dat lippie breekt af. Mm-hmm. Het plastic zelf wordt een beetje... Ja, dit lippie, dat... dat lippie. Die wil niet zoveel meer meewerken. Daar is die. Snakebite. Een van de meest gewilde. De stream staat wel aan inderdaad, met de microfoon zeg maar hier. Ik weet niet wat jullie gaan kijken. Ja, als er keiharde moans op de stream doorkomen, niet mijn probleem. Nou, eigenlijk wel mijn probleem, maar namelijk een streamprobleem. Ik voel me van de microfoon in de zak. Dat is ook nog een ding natuurlijk, daar komen misschien af en toe muzieknummers langs en zo. Dit snakebite letter is dus ook een soort van is de oude versie van contrast paint. Het bloed is lekker. Ik heb dus een lens even ooit aan begonnen ben. Die is dus, die staat nu helemaal dus in de snakebite letter. Want dat moet namelijk ook een Deathwing Land Raider worden. Oké. Okay. Want dat was vroeger zo. Land Raiders waren van Deathwing. Net als Dreadnoughts. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Nee, het is nu allemaal meer toegankelijk voor elke... Nee, je moet tegenwoordig een PL betalen om je Dreadnought Deathwing te krijgen. Mm-hmm. Maar zijn er wel meer powerful Dreadnoughts? Nee, je krijgt er bijna niks extra's bij. Voor dat power level. Dus waarom zou je het doen? Maar het was vroeger zo, in de regels, tenminste in de vloed, dat je minimaal Deathwing moest zijn om in een Dreadnought te mogen. Lager kwam je gewoon niet in aanmerking van. Ja, nou, dat hebben ze dus dan wel nu aangepast inderdaad. Ik heb een headset liggen op die tafel. Ja, oortjes. Waarom specifieke oortjes? Eén oortje, twee oortjes. Nee, dat heb ik niet liggen. We kunnen ook thuis gaan kijken. Ja, kunnen ze doen. Mogelijk, is mogelijk. Nou ja, ik zou thuis nog dat je moet hebben. Ik heb wel een beetje meteen vetvrije vingers. Ik voel dat ik weer aan mijn miniatuurtjes ga zitten. Nee, heel erg. Nou, goed te verf, man. Ja, nog even. Ook gelijk weer van de mini af, zeker. Ja. Ja. Ja, dat hoeft van mij niet zo. Kunnen we überhaupt zijn voor elkaar?
Hoeveel mensen kijken naar dat werk? Heeft nou eigenlijk waarschijnlijk niet zo heel veel, omdat het meestal wanneer we Magic streamen is het wel wat meer. Ja, uiteraard. Maar ik kan even snel kijken via de, want dat kan ik nu niet zo heel snel makkelijk daar zien. Maar ik kan wel, als ik nu bijvoorbeeld zelf naar Twitch ga. Dan kan ik het even zien. We hebben één kijker volgens mij. Dat ben jij. Ja, misschien wel. Dat zou goed kunnen, inderdaad. Anders moet je vragen vertellen, ik kan die vetten. We hebben nu dat ik gejoined ben, hebben we twee kijkers. Eerst een andere kijker. Humor. Anders zetten we hem gewoon boven de kop. Dan wordt die kijker wel naar boven. Nogmaals, ik ga niet vandaag voor Jurt de Gay spelen. We willen wel kijken of we inderdaad op een gegeven moment voor 40k en Age of Sigmar content kunnen maken. Maar laten we nog eventjes aankijken hoe we wat wanneer. Waren deze potjes al in de uit? Zo oud is dit al. Ja, dat is volstof. En ik ben eind jaren 90 ben ik begonnen. 98, 99. Ja, is dat toch alweer een goede 24 jaar geleden? Met wat? Hayas. Maar dat is het enige wat ik ooit verkocht heb. De rest heb ik alles nog wat ooit gekocht. Oké. Nooit wat weggedaan. Nee. Kan ik niet. Nee? Oké. Okay. Niks aan de dingen dat ik gedaan heb. Dingen die ik gekocht heb, maar toch later werd dat van ja. Maybe toch maar niet die facties spelen. Ik heb één ding, dat heb ik ooit te koop gezet, maar dat heb ik nooit verkocht. Oké. Okay. Dat was Wonders in the Box. Kijk, dat lijkt namelijk niet echt op een Tundrum wat hij bij zich heeft. Nou, niet echt. Het lijkt niet echt op een Thunderhammer, nee. Wel het effect van de Thunderhammer op min 1 2 ja. Dit was die Mace of Absolution. Ja, Mace of Absolution. Dit is de kleur. Ja. Gezellige wapen, zou ik niet dat dat. Ja, het is altijd heel gezellig. Als er iets is waar Dark Age niet meer bekend van is, de gezelligheid. Ja, it's kind of asking the wrong people to be nice. Dat is echt nooit geweest. Stoic, grim, smeer, een Dark Age. Ja. But if you want someone to defend something, Dark Angels are your guys. Ja, ja. Ja, dat is het hele ding dat ik niet mag callbacken, toch? Hè? Ja, de inner circle, inderdaad, ja. Ja, die mogen niet naar. Nee, die doen al wat moeilijk over. Wat een lieve ruimte erachter, Robin. Ja, leuk, hè? Ja, en al die shit met een hartstikke begrijp ik, vanuit Zoetermeer.
Dat zou best kunnen inderdaad. Ja, ja. Dat, als dan en ik gaan ondertussen een tijdje terug. Oké. Nou, dan die jongens zijn ook schijnbaar zijn oude locaties geweest. Toen was het nog op een loods. Ja, klopt. Benjamin. Toen hadden we nog een loods waar je tot 11 uur s'avonds kon rondhangen. Nu zit hij commercieel in een winkelcentrum waar je helaas, waar het letterlijk een museum is. Ja, daarvoor zaten we gewoon echt op de lange zomeravond een bier te zuipen en hamburgers te drinken, eten. Lekker, hamburgers drinken. Ah, dit was echt leuk. Als je hamburgers begint te drinken. Ja, maar het was gewoon leuk. De underground arcade sfeer van nog eventjes in 2018. Ja, maar dat is nu inderdaad iets meer echt museum, begreep ik. Ja. Maar er zit wel veel liefde in, hoor, echt. Ja. Ik snap heel erg de commerciële keuze die je gemaakt hebt, anders kun je zelfs niet onderhouden. Ja, maar dit is echt leuk om te zien, joh. Ja, dit draait dus nu al een tijdje, redelijkerwijs. Ja, ik kom binnenkort van langs met mijn 6-jarige minimi. Yes. Even op die kasten gooien. Ja, zal ze leuk vinden, denk ik. Ja, daar gebeurt hem op. Die better. You better grow up, right? Ja, we spelen veel Satisfactory samen momenteel. Oké. Ja, ik ken het wel. Ik heb zelf nooit uiteindelijk gespeeld, omdat er zijn zoveel dingen op te spelen. Ja, en dit is ook een pure fruit, hè. Ja, ik weet dat Lars... Waar zit Lars? Lars die daar zo staat, die heeft ook veel Satisfactory gespeeld, volgens mij. En Jasper ook. Het is naar verzorgd. Ik weet wel een leuk spel, maar ja. Wie komen hier nog meer van de gang? Van de gang? Eigenlijk... Pretty much all of them komen hier wel af en toe. Oké. Zelfs Dana ook. Oké. Ja. Ja, in principe Mike, Jeroen en Jelle zijn hier in ieder geval vaak op de maandagavond voor de D&D Adventure League. Een enkel keertje Ravi ook op de maandag, maar Ravi komt ook wel eens voor Magic. Ik ben hier voor Warhammer, Magic, D&D en General Gezelligheid. Ben je ook nog wel eens thuis? Ja, om te slapen. Nou, en zelfs dat soms niet. Dat mislukt toch wel eens. Nou, valt wel mee hoor. Maar inderdaad, zeker tijdens vakantie zo ben ik hier best wel veel te vinden. Wat doe je door de week dan? Door de week op dit moment loop ik stage bij de Oude Sterrenwacht in Leiden. Oh, cool! Ja, hartstikke leuk. Ik doe de communicatie eigenlijk, dus wat social media onderhoud, eventorganisatie. Ja, hartstikke leuk. Heel gevarieerd ook. Want ze doen dus ook allerlei projecten met scholen in de omgeving en allerlei andere zijprojectjes en dingetjes. Ja, daar moet dus allemaal voor gecommuniceerd worden, er moeten allemaal dingen voor geregeld worden. En dat is wel mijn stage. Dat is hartstikke leuk. Ja, daar zit ik nog voor 4 maanden, denk ik. En dan mag ik weer verder met mijn studie. Dan moet je weer verder met je studie. Moet ik weer verder met je studie? Ja. Had ik jou ook ouder dan het jaar, ik denk of zo? Mogelijk. Ik ben maar net 25. Dus, even wennen af en toe, die jonkies. Ja. Nou, jij kan allemaal mee dan. Ik vond gisteren dat Mike zal lachen. Ik heb met hem dus echt goed. Hij is volgens mij 25. Heel wat Mike is eigenlijk. Maar hij maakt een opmerking, wat echt gewoon een typisch Elis is. Als je echt zo aan te kijken. En dat vind ik wel mooi, want ik blijf er echt bij. Aan tafel merk je niet. Ja. Ik blijf thuis. Nee, je bent gewoon lekker bezig, lekker aan het spelen. Maar als je het dan weer over dat soort dingen gaat hebben. Dan niet helemaal waar. je bepaalde dingen merk je er aan als je. Ja, dingen zoals wat hij net zegt, dat dan als er bijvoorbeeld een reference gemaakt wordt of zo. Ja, oké. Okay. Dan zijn sommige mensen gewoon te jong om de reference te snappen. Dat maakt fijn. Oh, ik verbaas me dat ze het wel kennen. Oh ja, dat kan ook nog weer inderdaad, ja. Ja, genoeg opties om verbaasd te worden. Ik heb heel laatst in de D&D-app een foto gestuurd van een zwart doosje met een rood knipperend bandje eronder. Op, met de uitspraak eronder, this is the internet. Nou, ik begreep hem wel. Maar... Is dat van de hoe heet dat? Ik weet niet precies welke film dat uitkwam, maar dat was iets dat moesten ze destroy die internet. Dit is die internet. Een zwart doosje met een rood knipperend plantje. Ja, tuurlijk. Nee, is dat niet van die tv, van die tv's, van die Britse tv-serie met... Ja, lekker hoor. Nee. Het is een comedy ding. Ja, inderdaad. Ik weet niet precies wat het was. Crap. The IT Crew? Dat zou wel eens kunnen, ja. Ik dacht het is een wat oudere serie, die jaren eind 90, begin... Ik dacht early 2000s. Ja, daar heb ik. Early 2000s, want IT Crew is ondertussen ook alweer wat oud. Maar daar is het onder andere een episode inderdaad waarbij basically Jen, degene die niet zoveel van technologie weet,
verteld wordt van, oké, dit doosje is het internet. Ja. En dat is inderdaad dan gewoon een zwarte doos met een rood knip en het lampje. En dan gaat vervolgens gaat ze aan de superior uitleggen van, nou ja, dit is het internet. Want zij moesten een presentatie geven over wat de IT-crew doet en zo. Is het nou gewoon open tot jullie zin hebben? Wat zei ze? Is het nou gewoon open dat jullie zin erin hebben? Ja, over het algemeen wel. Chu gaat zo laat naar bed eigenlijk dat het... Dat is de jongen van net die mij... Ja, dat is de meer Aziatische... Hij is de eigenaar eigenlijk. Ah, okay. Maar eigenlijk ook gewoon iedereen vriend. Ja, maar goed, het is ook wat zo'n plek eigenlijk doet. Ja. Hobbyisten en nerds bij elkaar. Absoluut. Helemaal het laatste. Ja. En daar is niks mis mee. Nee, zeker niet. En hij creëert eigenlijk een soort plek waar het allemaal kan. Ja, maar dat is heerlijk. Zonder zo'n stukje liefde voor kan het ook niet. Het moet gewoon zo'n lekker gezellige rommel zijn. Mm-hmm. Kijk, we proberen het wel af en toe een beetje opgeruimd te houden. Maar zoals je merkt is dat niet altijd even succesvol. Kijk, maar deze dingen zijn wel super inspiratievol van mijn eigen project. Ja. Ik heb al jarenlang mijn wereldje, dat heet Emsen Square, en langzaamaan breidt dat uit met locaties en dingen wat ik zelf tof vind. Karaktertje dan weer zo'n avonturen meemaakt. Nice. Ik leg die jongens net bij die arcade al uit, van ik heb het zelf meegemaakt hoe alle arcades casino's werden. Okay, en dit soort plekken, dat doet mij echt gewoon weer goed altijd. Mm-hmm. Ja, het hoeft niet groter te zijn, het gaat om de liefde. Mm-hmm. Ja, ik merk dat Ossie wel een klein beetje onstuimig begint te worden. Dan gaan we lekker pietsen. Een bak iets bij, maar mag je lekker in. We zijn met 20 minuutjes thuis. Ja. Wat woon jij dan? Ik woon Kormolen, dat is hier net pak een beetje. Ja, niet ver van iets omhoog. Ja, eigenlijk om de hoek ongeveer. Het is vandaar dat ook D&D bij Jeroen natuurlijk hartstikke makkelijk is voor mij. Ik loop er naartoe makkelijk. Nou, ik zit iets achter, iets verder achter hier op. Achter hier. Ik raast er niet op. Dat is wel handig in Alphen, kan ik gewoon zeggen. Is het op de Aarhof, op de Herenhof, op de Herenhof? Dat of je zit, wat is het? Burgooi, als je helemaal daar zit, Kerkezane. Yeah. Je hebt gewoon een paar van die wijken. Kerk en Tranen? Ja, maybe. Ik zie het voor volgende vrijdag weer. Ja, dat sowieso. En, even nog fingers crossed houden op whatever the pronouncement komt. Gewoon ingeënt bij elkaar mogen komen. Ik hoop het wel allemaal. Ik hoop het wel allemaal. Fijne avond, heren. Yes, fijne avond. En tot verder. Ik heb er langs komen. Ja, geen probleem. Kom gewoon langs wanneer je wilt. Het is een open winkel natuurlijk. 7 dagen per week. Ja, 7 dagen per week. Ish. Zelfs op de maandag, wat meestal niet het geval is. Alleen niet voor 12. Nee, ja, oké. Okay. Niet voor 12, inderdaad. Dat wordt wat lastiger. Ik heb hier al een paar keer om 11 uur gestaan. Ja, kijk, het voordeel is, ik heb meestal een zijdersleutel. Dus ik kan wel om 11 uur aankloppen. Ja, maar meestal kom ik aan om wat te kopen. Dus ja, oké, okay, ja, kijk, ik weet ook hoe het met Assie zit hier. Ja. Je hebt een half personeel. Ja, soort van. Komt wel op neer. Wat is dat, jongen? Even kijken. Dat zal ik uitkijken. Kom, Jos. Fijne avond, heren. Fijne avond. Bit too shiny. Shiny. Kan gebeuren. Een jas bij mij gedropt. Ik zie zo 1, 2, 3 geen jas. Zo, daar zo. Ja, hier zo. Oké dan. Yes. Dit is net goed. Nee, ik heb een mond met tatoeage in de bek op. De barrier tattoo. Oké. Okay. Ik loop maar met BCC 21, geloof ik. Lekker hoog. Ja, ik heb. Ik heb 20 decks, geloof ik. Nou, dat is lekker. En 18 wisten. Op level 6? We moesten rollen. Ik had een paar geworpen.
Ja, ja, als je gaat rollen, dan kun je dat soort dingen hebben, ja. That's the way the dice go. En natuurlijk, best, ik had 18 gegooid voor mijn dex. Ik heb mijn rol van 18 gebruikt voor mijn dex. Mm-hmm. Daar had ik een plus 2 op natuurlijk voor mijn character. Ja. Plus zit je op 20. Nou, dat... En mijn wisdom is een stat increase opgegaan van 2. Om dat op 18 te krijgen. Ja, dat geeft je plus 9 armor met een AC, ja. Base, start een AC van 12. Wordt al 21. Ja. I cleverly stop your blow with my body. En dan ben ik een Monk of Shadow. Oh, dus je kan dan lekker teleporten ook. Ja, op meerdere manieren. Ja, je kan laatst dat Shadow Jump ding doen ofzo. Ja, en ook nog van de Dragonmark, één keer per dag. Ah. Je moet die steppen. Altijd nice om te kunnen. Heb ik nu de Shadow Fell Brand Tattoo? Nee, is maar 4 power. Eens per dag. Ik heb per samstel. Mag ik damage halveren die ik krijg? Oké. Okay. Dat is wel lekker. Voor je insubstantial. Je kan met Shadow. Lekker. Ja. Ik kan wel bijpassen bij mijn kerk. Ja, dat past er wel bij als je zeker als je Shadow moet bij zo. Dan, ja. Ik heb een grey. Ja, dat moet daar maar op plek. De... Kijk, wat is ook weer de Primarch van jouw faction? Leon L. Johnson. Ah, Leon Johnson, oké. Okay. Ik zag net dat een model te gaan bestellen. Want ik zag dat net de laatste van de Primarchs geannounced was. Oh, welke is dat? De Khan. Die is van Arnhem. Ja. Die is dus net, gaat dus zijn eigen mini krijgen. Zal hij wel leuk vinden dan. Dit is een Forge World model van de Lionel Johnson. Ja, dat, die Khan wordt ook een Forge World model. En dat is zo'n belachelijk model. Ja, die Forge World die kunnen mooi zijn hoor. Alleen 111 euro. Ja. Het is ook zo'n beetje de duurste die ertussen staat. Ja. Maar is die van Lionel Johnson niet die, dat diorama samen met ja. Walker? Nee, 3 world leaders. Oh, oké. Okay. Die aan het slachten is. Zijn ook gezien. Twee al dood en de derde die staat half omhoog met een bolpistool in zijn hand. Ah. En 5 of 6 gaten in de truck. Maak 111 euro voor één modelletje. En dan moet ik hem invoeren. Voor een displaymodel. Nee, het is ook daadwerkelijk een tabletop model. Hij heeft gewoon een 32 mm base. Die okay. In het diorama te plaatsen is, zodat je het niet meer ziet. Oké. Okay. Ik kan neerzetten als diorama, maar er zijn geen regels voor om hem in een Dark Angel Army te gebruiken. Want volgens de codex slaapt hij nog. Kijk, dat is. Hij leeft nog wel, maar hij slaapt nog. Dus wakker worden. Want het is een Legion model, is het? Mm. Daar zijn er regels voor. Okay. Alleen dat zit nog op 7e editie zo'n beetje. Ja, dat werkt dus niet helemaal. Ja, ik ben een beetje aan het zoeken geweest, want ik zocht dus bijvoorbeeld ook Titanic Vehicles voor de Space Marines. Mm-hmm. Er is er 1. En die heeft editie 8 regels. Sorry, er zijn er meer. Maar er is er 1 die editie 8 regels heeft. Oké. Okay. Dat is de meest moderne van het stel. Ah. De rest heeft editie 7 regels. Ja, dat kan een ding zijn. Ik ben er ook achter gekomen dat die repulsor tank die ik nou heb, die was een editie 8 nuttiger. Oké. Okay. Je mocht namelijk, als hij dan maar half movement deed, mocht hij zijn main boom 2 schieten. Nee, dat hebben mijn dingestanks.
Verwacht maar dat dat eruit gaat aan deze editie. Oh, ik verwacht 100% dat dat eruit gaat, inderdaad. Maar that's the way that cookie crumbles. Dat heeft hem steeds repulse gefield, maar vroeger was dat gewoon, je hebt 2 iets minder charge op mij. Punt. Oké, leuk. Nu moet ik daar een CP voor besteden om dat te doen. Nog steeds best wel solid ability, maar... Ja, maar nu kost het een CP. Ja, oké. En hij was 4 powerpunten goedkoop. Hij is van 15 naar 19 gegaan. Ja, dat is een beetje een grote increase. Van 15 koop ik een lander in je, hè? Nee, voor vergelijking. Je hebt nog steeds geen plan. 15 is een Land Raider. Eén van de 3 varianten. Ja. Ja. Makes total sense. Even kijken, waar heb ik mijn Abaddon Black neergelegd? Ik heb hem wel samen voor je. Nou, ik wil, omdat ik de veranderaar toen is ook Abaddon Black gebruikt heb. Even bij Abaddon Black blijven. Zo. Dat is P3 punten. P3 punten. Vloeibare pigmenten daarin. Okay. In plaats van vast. Dat kan handig zijn. Het vloeit wat mooi. Ja. En het droopt niet op tot een harde klont. Ik had al een pakketje met een paar mailkaarten. Dan kan ik ook even gaan rekenen om 50 punten last versus een pinball bar. Want ik ga niet de 50 punten gebruiken die ik tegen Nederlands heb ingezet. Nee, snap ik. Dat was namelijk ook wat meer berekend op hogere toughness, hogere saves. Ja. Kijk, dan moet ik wel wat van dat soort meuk tegen jou inzetten, want ik ga gewoon eens tegenover krijgen. Vind je het trouwens erg als ik wel sommige dingen proxy? Want die heb ik heb sommige dingen wel al, ben ik naar op zoek op tweedehandsmarkt. Of ga ik via Warhammer Treasury fixen? Maar heb ik nog geen problemen mee gehad. Dus heb ik nooit problemen mee gehad. Want dat is gewoon, je moet even nagaan, ik kom aan de tijd dat je niet eens alle modellen kan kopen in je boekstel. Ja, fair enough. Kijk, ik wil en dan had je al een nieuw boek voordat dat model uit was. Ja. Dat is niet heel praktisch. Nee, maar dat was GW editie 4, 5, 6. Lekker is dat dan. Voor Godkids. En Warhammer was dat. 6, 7 en 8. Dat je dat heel erg had. Nou, die had je het al mee. Editie 5 is al uitgekomen voordat alle modellen van editie 4 uit waren. Lekker handig. De power van de linkerhand is echt een grapniveau. Dat is een beetje een probleem. Je kan dat was een soort van storend toen het uit. Ja, snap ik. Moet je allerlei dingen gaan kitbashen doen, of zelf een beetje sculpten. Dat soort dingen. Voor zover dat dan mogelijk was natuurlijk. Skinks op Cold Ones. Hoe ga ik dat kitbashen? Skinks op Cold Ones, die hebben nooit bestaan volgens mij wel. Wel in de leven. That's just stupid. Dan hebben ze er wel regels voor, maar hebben ze er nooit modellen voor uitgebracht. Jawel. Een regiment of Rhino. Oh, die. Ja, maar je had ook gewoon in de Lizardman Army, mocht je ze ook inzetten. Alleen had je ze niet voor de Lizardman Army. En die Switch Raiders is uitgekomen net voor de Switch naar editie 5. Ja. Yeah. Maar dat was als uitgever de Regiment of the Renown en niet een Lizardman iets. Ja, maar je had ze wel voor gebruiken. Tuurlijk, ja. Maar... Je voelt je toch een beetje van, nou, ik doe mijn eigen dingetje. Ja, en zo waren er wel meer dingen. Ja. En dat is gewoon een soort van storm op een gegeven moment. Ja, ik. Je hebt Masnamundi, geloof ik van de rest. Ja.
Die had toch een stekker erom? De slan op een stekker erom. Ja, die is nooit uitgebracht. Ja, ik had de conversions ervan gezien, inderdaad. Ja, maar, ik heb ook zo'n conversion. Dan kocht je een stekker erom in de slan en dan ging je knutselen dat het op elkaar past. Ja, dat inderdaad. Maar niet helemaal. Voelt toch niet helemaal lekker. Nee. Kijk, het werkt. En dat heb ik dan nog wel als editie 4, hè? Heb ik een plan. Ja. Dat was alweer even geleden in Lord Croak is op een gegeven moment wel een model van uitgekomen. Dat is ook heel laat geweest. Ja, ondertussen heeft hij al een nieuw model. Maar... Ja. Ja, ze zijn er nu beter mee geworden. Dat je in ieder geval alle modellen uitbrengen of dat je een nieuw boek krijgt. Ja, dat in ieder geval wel, ja. Of in ieder geval binnen like 2-3 maanden, maybe. Maar... Want ik geloof dat ik alles kan kopen wat in de Space Marine boeken staat. Ja, ik... kan ik alles wat... Ik kan... Ja, sinds de nieuwe release kan ik volgens mij alles wat in het Stormcast boek staat, kan ik kopen. Sinds vorige week, basically. Maar, to be fair, de codex zelf is ook nog maar 1,5 maand. Oh, ook, ja. Dan kan je dus binnen 3 maanden kan je in principe je al je modellen wat in je codex op boek staat. Ja. Ja. Nou, dat hadden ze voorheen nog niet in 2 jaar voor elkaar. En daar komen ook wel frustraties met de Kimfrogs vandaan. Ja, snap ik. Dat moet gewoon heel frustrerend zijn op de lange termijn. Ja. Maar power is een. Maar ik was eigenlijk binnen een Warhammer-man in de 40k, man. In het begin veranderen. Skeleton Army, of Goblin Army, dat is gewoon... Natuurlijk, maar meestal liever... Ik heb zelf nog een heleboel oude goblins liggen die rank and file zijn, zeg maar. Ja, 4th edition, plastic. Ja, 4th edition plastics inderdaad, ja. Ik heb nog een hele hoop van liggen. Dat is leuk. Ik ook. Ik kon 3000 punten neerzetten. All goblin. Sorry, er zaten wat wolven tussen. Maar er zat geen ork tussen. Van die wolf riders of zo. Ja, die zijn leuk. Geen wolf chariot. Chariot, ja. Ik heb ook die soort van wat dikkere goblin met zijn chariot. Grom. Ja, Grom the Pounch. Grom the Pounch, ja. Die heb ik thuis liggen. Maar dat was vroeger leuk. 3000 punten all goblins. En toen Goblin Doom Divers. En toen kwam 7th edition uit, toen werd het ineens reliable. Net als Skavens. Skavens, je had hele dikke kunst. Maar je ook een hele grote kans dat het fout ging. Heb je nu alweer ook een beetje. Skavens. Ik heb het weer een beetje teruggebracht. Maar Skavens werd gewoon reliable in 7th edition. Dat was gewoon niet leuk meer. Kijk, het is natuurlijk niet complete anarchy of zo. Kijk, maar daar speel je geen Skavens voor reliability. Nee, maar bijvoorbeeld hun grotere artillerie piercers kunnen zichzelf vrij makkelijk opblazen. Nou, je had de Warblock JC's al. Als je er één gooide, dan kreeg die unit een wound. Dat hebben ze volgens mij niet, dacht ik. Alles waar Warblock voor stond, als je één gooide, dan krijg je een wound. Dat is ook niet jezelf. Humor. Ja, schat maar even. Oh, ik zie trouwens. Ja. Voor jouw idee, Sil, Ben is er niet op dit moment. Of dus is er wel, maar niet hiermee bezig. Dus ik kan wel even kijken of ik deze ietsje meer hier zo nog naartoe kan zetten. Waarschijnlijk is dit dan ietsje beter. Ik weet niet. Want ik zie nu pas je opmerking. Dus het kan best zijn dat. Dat je nu alweer footsie bent. Sylvester. Nee, er zijn twee Sylvesters. Je hebt Sylvester Schuier, die zit daar. En je hebt Sylvester de Graaf, die zit misschien nog in de stream. Question mark. Deze doet het gewoon nog. Gewoon nog zo. Praktisch. Kort plezier. Ik zal even kijken, anders stuur ik hem eventjes snel. Heb je hem niet goed verstaan of zo? Ja, hij zei dat het audio een beetje zacht was inderdaad. Ja.
Is de audio zo beter? Is de audio zo beter? Ik wil behoorlijk oplopen van daar beneden, zelfs als ik praat. Ja, nou, want het mag dus blijkbaar zelfs redelijkwijs in het gele of het rode zitten. Okay. En we zitten daar dus eigenlijk net tegenaan. Dus we zitten. Ja, eigenlijk wil je inderdaad in principe uit groen zijn. En als ik nu heel hard ga praten, dan kom ik misschien in het rood. Ja. Ja. En abilities. Okay. Oh, maar nu is het in ieder geval beter. Ik heb hem gewoon heel simpel de microfoon wat dichterbij gezet. Dan is dat wat beter te horen, hopelijk. Zwart, base rims. Cast electrolyze. Pa 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 pa. Ja, maar iets over background sounds, denk ik. Zeker hier zo. Ik weet daar zelf natuurlijk ook niet alles van. Maar je hebt hier op de guild natuurlijk heb je veel meer background noise. En ik denk dat als je in het begin al in het rood zit, dan ga je dus wel alles oppikken wat daar buiten ook zit. Hij is nog wel. Ja, ik had hem even een appje gestuurd. Je bent nu wel beter te staan dan eerst. Ja, mooi. Top. Dat is. Ik heb een heel simpel gewoon de microfoon letterlijk een beetje dichterbij getrokken. Dus we zitten nu redelijkerwijs in het geel. En als ik heel hard praat, dan zitten we in het rood. Ik hoor hem daar erg recht op. Oh. Dat zou wel humor. Dat zou, waarschijnlijk heeft Chu dan ook de stream op staan. Ah. Dat is wel humor, dan horen we onszelf. Woe! Met vertraging van 5 seconden. Leuk. Ja, er zit een paar seconden vertraging inderdaad, maar dat is op zich logisch natuurlijk, dit is de stream. Nou, dan ga ik wel lekker rustig verder met ver. Even kijken, wat ga ik dan nu aanpakken? Ik moest hier nogal metallics doen. Fun fact, ik heb geen last van de background geleden. Oh, oké. Okay. Ik had verwacht dat je nu ook wel een beetje wat dingen zou oppakken van zeg maar de mensen die nu aan het draften zijn. En dat soort dingen. Interesting. Huh. Dat is precies genoeg met afleveren. En misschien omdat hij dan nu zo dichtbij mijn gezicht zit, zeg maar. Dat hij inderdaad veel beter kan focussen op wat er zeg maar hier in de buurt is. En directional natuurlijk ook. Huh. Nice. Erg fijn. Ja, dan gaan we natuurlijk morgen ook weer helemaal streamen. Dat begint dan vanaf een uurtje of 11. To give a comparison van dinsdag. Moeten ze misschien nog terugkijken. Oké. Okay. Oké. En misschien valt er dan inderdaad even te kijken wat daar aan te doen valt. Want ja, dat is best wel een fors verschil. Nou, we moeten dan een keertje mee klooien. Maar dat wil ik dan eigenlijk wel een keertje doen wanneer we daar wat meer tijd voor hebben. Oh, oké. Okay. Dus het is nu wel een stuk beter, maar ik moet even kijken of dat... Right. Oké, okay, ja, ik dacht dat bij hun, ik dacht dat je het vergeleek met andere streams, zeg maar. Oké.
Ja, en we zitten sowieso natuurlijk nog te kijken voor mogelijk een extra microfoon regelen voor wanneer we het D&D-event gaan doen, wat we willen streamen. Dus misschien dat we dan ook wat meer verschillende microfoons kunnen doen, ook bijvoorbeeld voor de dinsdag. Ah, kijk, ja. Robin de stem is wel fijner dan Robin de background noise, I guess, ja. Ja, kijk, knikjes mee van Sil. Hoe gaat het, Sil? Nou, deze bitch stuurt gewoon... Je weet dat dat te zien is op stream, hè? Je bent namelijk net zichtbaar in de stream. Nu is hij ineens vriendelijk. Nu is hij ineens vriendelijk. Ja, nee, dat is net niet zichtbaar, Luc. Je moet inderdaad... Nee, nee, Sil. Namens Graaf Sil, ik zie je krenk. Hey. Ja, we zijn verven een beetje aan het streamen, een beetje gelden. Ja. Hi mom, ik ben op tv. Hi mom, I'm on TV! Hi mom! Ja, want je hebt inderdaad een cameraatje daar zo die in principe die kant op kijkt. Dan heb je nog de camera hier zo, die kijkt eigenlijk een beetje zo, zo-ish. Nog wel lekker zo. Ik wil wel gelukkig mijn mening delen zonder iets te zeggen. Oh. Ja, je hebt de shirt al aan dus. Leuk is dat, dan ga je daar een breakout face met een shirt aan. Dat is echt iedereen echt aan te kijken. Zoals... Wat de fuck doe jij hier? Ik doe wel ja. Zo. Lekker verder verven. Doe. Maar als we nu toch iemand in de stream hebben, of nog steeds in de stream hebben, dat is meer de vraag. Heeft iemand nog leuke ideeën voor namen van deze, van deze characters, zeg maar, van deze minis? Ik vind dat wel leuk om miniatuurtjes dan ook een naam te geven. En dan pakken we bijvoorbeeld, laten we zeggen, deze mooie jongen hier. Ik ga hem heel eventjes zo hier zo laten zien. Oh god, dat is overbelicht. Hoe kan ik dat beter doen? Nee, het is meer, ik wil het dicht bij de camera hebben. Maar de camera zit ook heel dicht bij het licht. Dus ik moet heel eventjes kijken hoe ik dat... zo is. Zo. Nee, niet helemaal. Toch gewoon een beetje zo dan. Deze jongen heeft nog een naam nodig. Ja, een beetje onscherp. Wacht, hij wil waarschijnlijk focussen op je hand. De aan mijn hand? Dus... Ja, je hand is in focus. Zo. Merdo. Oké, bij deze. Deze jongeman heet Merdo. Ik zie iedereen. Dat zei hij tegen Sultan inderdaad, ja. Je bent zichtbaar, kijk. Maar dan ga ik eventjes de base name afmaken. Dan zorg ik ervoor dat ik de naam Merdo erop ga schrijven. Dan heb ik een witte fineliner nodig. Oeh, dat is nog een... Die misschien een keertje bestellen. Dat is wel leuk. Dat ziet er wel beter uit. Witte fineliner. Ja. Ja. Want als ik zwarte bezems gebruik, dan moet ik daar met witte tekst op. Je kan ook een banner maken waarop je naam inzet met zwart. Ja, dat kan wel. Dat kan ook wel inderdaad. Misschien nog wel leuker. Voor nu eerst eventjes de zwarte beestrim netjes maken, want er was nog maar één laagje. Dus dan hebben we die eventjes erop gedaan, die mag dan even drogen. Die was waarschijnlijk nat, of niet? De beest. Ja. Oh, die heb jij zwart geschilderd? Ik denk het, ja. Ik denk die rijdt gewoon zwart. Van... Nee, die...
In principe zijn die... Naar grijze undercoat. Zijn die zo. Naar wit of grijze undercoat zijn ze niet zwart meer. Ja, dat. Ah. Dus waarschijnlijk moet ik nu eventjes reapplyen. Zo. Sorry. Geen probleem. Ik ga even kijken naar die metaalkleur. Oh ja, dat kan waarschijnlijk het beste op... deze is droog. Deze is droog. Kijk, ik probeer dit een beetje. Oké. Okay. Ja. Dat komt er redelijk wijs in de buurt. Zwart. Right, oké. Okay. Ja, dit is dan nog... Ik denk dat deze ietsje donkerder is dan, zeg maar. Lichter juist? Oké. Want het ligt eraan hoe het licht valt op deze, hoe licht deze is. Oké. Kijk, met die rechte lichtval is die vergelijkbaar met die jouwe. Ja. Maar als je hem uit het licht haalt, dan is die wat donkerder. Ja. Dat zou kunnen. Ja, dat probeer ik altijd een beetje te kijken. Net aan de reflectie, kan ik zeggen. Oké. Okay. Of het black and metal is. Nou, nou, dat is in principe hier gewoon vrij simpel. Maar dat is niet zo heel nodig. Ja, maar dan mag ik even kijken wat jij daar... Gun Metal Grey, die gebruik ik daarvoor. Ja, dat is, we hebben hem staan, daar. Ja. Dat is de Vallejo R inderdaad. Voor de meer heel, dit is dan zilver. Dan heb ik nog een goud. Een, Old Gun. Chainmail. En dan moet ik ook nog, maar het is Mithril. Ja, wat ik ook nog wel eens doe is dit dan highlighten met een brass. Dat is ook wel leuk. Ja, ik heb hier ook net een Corrupted Gold tussen zitten. Die doet dat automatisch. Ja, dat is ook wel leuk inderdaad. Zo. Zo. Als de volgende zwarte B-slim, die kan gaan drogen, dan gaan we even kijken of we wat foutjes kunnen corrigeren. Die hebben we ook zat gemaakt. Ja, dit krijg je dus als je hem eerst die snakebite onder de kant erop doet. Okay. Dan krijg je hem in één keer daarin. Ja, dan krijg je hem gelijk daarin. Oké, dat is wel een stuk fijner inderdaad. Ja. Ja, en je hebt nog een beetje een donkere doorschemering, dus je kan hem daar nog highlighten met hetzelfde kleurtje. Oké. Dat is een lekker beeld. Nou, kijken, dit kleurtje. Nou, eventjes dit hier een beetje corrigeren, want dat hoort niet rood te zijn. Oh, een dingetje wat ik hier wil corrigeren, want dit stukje cloth, zeg maar. Of deze... blauw zijn. Nee, moet in principe een soort perkament kleur krijgen, dus een beetje bony kleur eigenlijk. Een beetje dit. Ja, een beetje dat, of waar heb ik een voorbeeldje staan? Weet je, een voorbeeldje. Een beetje de kleur van deze scrolls, zeg maar, achterop. Ja. Dat Bone white. Ja. Dat ga ik gewoon lekker lui met contrast doen, want ik ben een luie Peter. Dit ga ik highlighten. Ik ga hem heel dit washen eerst, en dan ga ik hem highlighten. Lekker. Even licht bruin. Oké. Net iets meer diepte erin. Ja. Zo, heb ik dat. Dat is dat. Dat is dat. Oh, die moet ik eventjes omhouden. Gaat niet goed gaan drogen. Even checken. Die nog vage shenanigans die ik even moet kleuren. Nee, nou, dat is nog prima. Dit nog, ja, dit is even nog. Hey Kenzo. Ik ben geen Kenzo. Hey Ben. Ik wil zeggen, iedereen die Hey Ben zei, is net zo irritant als Kenzo. Iedereen die Hey Ben zei, vind ik wel schappelijk. Ik vind het wel fijn. Ik heb een beetje aandacht
Nou. Dan bij deze. De aandacht is met liefde gegeven. Ik heb trouwens de microfoon wel iets dichterbij getrokken, want blijkbaar, dat zei Graaf, is het handig als hij al in het gele of rode zit, zeg maar. En we zaten eigenlijk daar al niet eens tegenaan, zeg maar. Nou, eigenlijk wil je hem tussen geel en groen het liefst als je normaal praat. Ja, kijk, en nu zit ik in principe zo. En dit is gewoon normaal praten. En dan zit ik inderdaad geel-groen. Zit ik het inderdaad een beetje te switchen heen en weer. En als ik hard praat, dan zitten we zo. Ja. Ja, dat is natuurlijk een beetje tippy-toppy balance vinden, maar... Ja, kijk, het is sowieso die microfoon, die werkt sowieso goed met zijn mensen. Die is de game nog wel te hopen dat ding helpt. Oké. Ah, oké. It is what it is. Nu kan ik het weer voor je zetten, maar... Ja, fair enough. Ja, ik ben ook wel nieuwsgierig hoe die Blue Yeti gaat zijn die ik wil bestellen. Eigenlijk moet ik daar Graaf nog ook even bij vragen, want die heeft altijd meer ervaring met microfoons en zo ook. Kijk wat hij ervan vindt. Dit is goed. Ja, voor zover ik begrepen heb is dat gewoon een vrij solide keuze inderdaad, zeg maar. Like, it's not the absolute world's greatest, but it's just... good for its price point. That's better than most. Ja, zeg maar, het is beter dan een crappy Ali mic. Maar een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Ja. Exactly. Is hier nou toch iemand die goed is met websites bouwen? Met websites bouwen? Weet ik eigenlijk niet. Hebben we zo iemand, Ben? Oké. Okay. Moet zakelijk nog een website hebben. Nou. Maar dat is een vrij uitgebreid soortje wat wij willen hebben. Oké, okay, nou dan moet je met Freddy praten, dus blijkbaar. Ja, Freddy zit daar aan die tafel rechts. Rechtdoor bedoel je? Helemaal rechtdoor en dan is hij de rechter, zeg maar. Met het donkere shirt dan. Ja. Dat is Freddy. En dan heb je nog Benjamin Vitters. Die zit op dit moment waarschijnlijk achter bij de DDR-ruimte. Ja, jij gedaan? Operatietje. Vrijwillig? Helaas wel. Of na een ongeval? Nee, vrijwillig wel. Het begint een beetje pijn te doen. Het was een ingewikkelde dag. Ik zag er omdat Joe natuurlijk nu zo'n grotere verfcollectie zag ik gewoon dat hij gewoon 90% van de verfjes die ik zocht toevallig gewoon ertussen staan. Dus ik ga ze maar zo wel. Dus ja, lekker. Morgen, gelijk maar aan de slag. Hier? Ja, ik kan niet echt bewegen. Jammer. Als ik de auto had en ik had de auto kunnen rijden, had ik heel graag hier gezeten. Okay. Je hebt nou een lift gekregen, die wordt zo weer opgepikt. Juist. Ja. Ik ben door Sylvester gebracht. Ja. Nee, want het is, morgen zit ik dus ook weer hier van 11 tot 5. En dan van 8 tot de desbetreffende tijd die we willen. Ja. Ik heb wel waarschijnlijk gewoon maandag weer werk. Dus het zal niet heel laat zijn morgenavond. Maar je kan altijd nog joinen in Discord niet. Maar... Ik denk dat het gaat worden. Ik heb al zin in. Ik had gisteren gewoon. Normaal gesproken heb ik nooit zin om te verven. Nooit. Ja. En sinds gisteren. Nou, ik heb nou al minstens 3 weken niet geverfd voor mijn werk. Dus nou kon het wel. Oh, dan moet je. Dan heb je die ding trouwens aan elkaar gezet. Ja, dat ding zag er echt uit, maar ik heb hem nog niet. Ik heb het niet bij. En wel een whirlwind bij. Ja, ik had gelijk een tweede deathwork tank gehad. En dacht, weet je, als we er één doen, dan doe ik maar gelijk twee. En ik moest nou, dat ding is 19 pl, hè? Die bij jou, ja, maar die bij jou is ook wel echt insane. Dat is ook wel echt een rijdende bunker met alles op. En vliegende bunker. Er zitten geen wielen onder, echt geen tracks. Telt ook wat flying? Nee, niet flying, repulsor. Is dat ook wel wat anders? Een soort anti-gravity is dat of zo? Ja. Een licht anti-grav.
Nou, je kan boven de grond hangen, dus hij heeft geen last van difficult terrain. Ja, hij vliegt niet, hij zweeft. Het is een beetje hoeverkracht. Het is een magisch tapijt. Ja, daar komt het op neer inderdaad. Een beetje hoeverkracht idee. Bij deze Space Marines op het magische tapijt. Ja, ik denk dat het 19 PL. Dit is het duurste single ding dat Space Marines neer kunnen zetten. Het enige wat ik duurder kan maken is een beetje, sorry, wat ik duurder kan krijgen, een Terminator Squad. Die kunnen naar de... Oh, die van de... Die kan naar 22 en dan kan de standaard kunnen geloof ik naar 18 of 20 of zo. Dan heb je de grotere size, zeg maar, gewoon een grotere unit. Size. Dan heb je 10 Terminators staan. Ja, precies. Dat is inderdaad wat bij. Ja, maar... Heb je ook al zo'n 22 pijls gehad, toch? 2x11. 2x11. Ja, maar ik kan een unit van Lehman Russes neerzetten. Die dingen zijn wat, 15 per stuk of zo? 13 per stuk? Nee, 12 is. Land Raider is 15. Echt? Ja. Dat ding is 12. Ja, omdat er maar een blessed skill 4 plus mannetje in zit. Ja. En geen 3 plus. Oh, van die tank natuurlijk. Ja. Yep. Ja, ja, tenzij okay. De tank commander. Ja, je hebt al zoveel buffjes om dat beter te maken, toch? Ja, je schiet gewoon vaker. Ja, je schiet 2 keer als je stil staat, weet ik nog. Nou, als je half moved is. Ja, dat gaat eruit als die naar 9e editie gaat, want dat had dat ding voor mij namelijk ook. Mm. Waarschijnlijk gaat het er wel uit, ja. Maar daarentegen mag hij wel weer wat geven. Dan moet het goedkoper worden. Nog goedkoper? Het is al een relatief goedkope tank. Ja, dat is waar. Zeg maar, I'm fine with it becoming cheaper, maar... Ja, hij zal 12, 13 punten blijven hangen. Ik denk 12, ja. 12 voor de normale en 13 voor de speciaal. Ja, jij kan ook gewoon Baneblade neerzetten. Ja, nou ja, gewoon Baneblade neerzetten. Dat zijn Lord of Wars voor mij, hè? Ja, Space Marines hebben die niet. Punt. Ja. Ik moet er een complete 3 CP battalion voor neerpokken kakker. Voordat ik die mag meezetten. En ze benefitten van geen van mijn battalions. Okay. Letterlijk, ik kan hun een... Wat zijn dat voor dingen? Super heavy. Super heavy. Basically, Silent King voor Necrons is mijn Baneblade. Okay. Zeg maar, hij moet daar ook een specifieke detachment voor meenemen. Ja. Ik moet er ook een specifieke detachment voor meenemen, waar dan alleen hij in zit, zeg maar. Ja, klopt. Naast het feit dat hij gewoon fucking groot is en nergens doorheen kan. Dus hij staat daar. Ja, het is echt... Oh, van wie is trouwens die big body die daar staat? Oh, die is van Jacob. Die gaat morgen verder verven. Stompa. Oh, Stompa. Wat een ding is dat dan? Ja, dat is zo'n ding is cool, hoor. Wel een groot verfproject, maar... Ja, mij niet bellen. Ja, dat zoiets wil je gewoon in principe met een airbrush doen, want dat zijn zoveel poppenvlakken. Ja, dat wil je met een lente eten al. Ja. Gaat gewoon een stuk makkelijker met een airbrush. Zo. Zo. Is deze jongen bijna af? Nee, maar jij hebt die mogelijkheid. Space Marines hebben die mogelijkheid niet eens. Nee, maar die hebben al andere best wel zware dingen. Ja, weet ik. Maar ik betaal dus voor mijn heavy support tank / transport. Er mogen 5 primaris marines namelijk in. Ja. Primaris marines en Gravis armor tellen als dubbel. Ja, want die zijn dikke jongens. Die hebben zware armor aan. Dan mag ik er 2,5 in neerzetten. Ja, leuk toch? Een klein zoentje wat kan kopen is 5. Dan kun je een captain in stoppen, zo, toch? Captain in Gravis Arm. Nee, dat is niet waar. Er zijn er wel degelijk werken dan 2. Je hebt toch een unit waar van 2? Ja. Ja, de 2 Terminators, toch? Nee. Oh. Dat zijn geen primaris. Ah, oké. Okay. Die mogen er niet in. Die mogen er niet in. Ja, dat is een beetje net zoals met mijn godverdomme lunchauto. Ja. Ze mogen er niet in! Godverdomme. Die lunchauto dan? Alleen die droptroeps. Degene die het dus al diepstrijk hebben. Van zichzelf. Wat dom is dat? Ja. Maar als to be fair, dat is omdat ik de slechte keuze gemaakt heb. Want je hebt dus 2 varianten van de auto. Je hebt de normale variant en de elite variant. En de elite variant mogen zij dus alleen in. En ik heb die elite genomen. De elite variant is... Oh, sorry. Nee, dit is daadwerkelijk het duurste squadje wat ik neer kan zetten.
Criterion Devastator Squad van meer dan 4 mannen. Dat was 28 punten. Zeker 14. Fuck. Ja, dan, nee. Even kijken, qua power level is dat, hè? Want wat is het duurste dat ik kan neerzetten? Even kijken. Ik ga heel snel kijken op dat scherm. Het is dus 3 man voor 14 punten. Ja, dat is een beetje... 3 man voor 14 punten? 3 man voor 14 punten. Hoe goed zijn die dingen dan niet dan? Movement 5, 3+, 5, 5. Hier, Darko, thank you for the follow. What? We have a follower? Woo! Terminator. Hoi Carf Darko. Nee, want deze heeft string 5, 85. First time chat from viewer. Voor mij normaal. Keep the creativity. Thanks for having me and see you next week. See you next week. Dat voor zoveel punten. Ja, maar daarvoor krijg je, wat hebben ze? Oh, dat is de Jolin die net dat kwam. Langs kwam. Waarschijnlijk. String 5, min 3 armor save damage per keer. En als je een attack doet op een save van 3+ of greater, dan wordt 2 damage. Oh, dat is wel leuk. Ik vind het niet zo'n punt dan. En een Hurricane Bolt hebben ze ook. Dat is Rapid Fire 6. Range 24. Strength 4. 1 damage. Ja, dat is van dichtbij wel heel goed. Dus ze kunnen deep strijken, toch? Het zijn Terminators. Nee, het zijn geen Terminators. Het zijn Primaris Marines. In Gravesarmen. Ja, het zijn gewoon hele zware jongens. Ja. Dus die wil je wel meenemen in een transport. Nee, sorry, dit is zelfs een Centurion. Hele zware jongens. Ja. Maar die kan je wel, wel mee vervoeren. Dus. Nee. Ook niet eens. Nee, want die zitten niet in Graven's Armor, die zitten nog in tankjes zwaarder. Dus die tellen voor 3? Nee, die mag je gewoon niet vervoeren. Ja! Veel te zware dikke jongens. Dan ben ik nog geen. We hebben ze wel. Als de sergeant erin zit, dan krijg jij geen covers. Doe wij niet aan cover. Ah, ja. Ja, dat is wel goed. Dat is wel leuk, gewoon geen color. En ze krijgen geen penalty voor move en heavy weapon shooting. Ah, dus ze kunnen gewoon... Ja, okay. Dat is een beetje zoals ik. Ik heb ook al 5. Ja, maar ze hebben ook alle 3 de grafkennen. Ja, ik weet alleen wat ik grafkennen. Dat is best wel oké voor mij, toch? Ja, hij heeft 4-5 min 3 safe. Ja. Ja, dat is best oké. Dat is best solid. Any number of models can have their grafkennen replaced by the following. 2 heavy bolters of 2 last cannons. Two last cannons, hallo. Ja, meanwhile, mijn mannetjes, men moeten met z'n tweeën een enkele last cannon bemannen. Last cannons, wat zijn dat? En ze mogen allemaal de hurricane onderruilen voor de Centurion Missile Launcher. Daar komt het race 36, assault D3, streng 8, link 2 AP, D3 wounds, blast. Ja. Kijk, daar komen de puntjes boven te staan, maar dan moet je wel extra lappen. Dus ja, dat kost extra een punt. Ja, dat is wel vrij duur qua punten, maar zoals even kijken. Die last cannons zo. Die hebt dan 3 models met 20 last cannons. Ja, dat zou keuren. 2-1 voor Ben. 2-1 voor Ben. Dan heb je 6 last cannons bij. Dat is wel heel sexy dan. Op relatief bewegen. Met een last cannon waarschijnlijk 10 meer. 20? 20 meer. Oei. Ja. Dan heb je 90 voor 3. De Centurion Missile Launcher kost niks extra's. Oké, dus je bent 270 punten kwijt voor 3 poppetjes. Ja. Interessant. Nee. Ja. Want met de grafkennis zijn ze 5 punten per model gekocht. Lastkennis, gewoon standaard lastkennis. Het kost 5 punten meer om de lastkennis te verkennen. 6 lastkennis op een rij. Ja. Ik zou het doen. Wat voor save hebben ze? 2+. 2+, good lord. Dan zit ik daar met mijn last cannons, heavy weapon teams. Heb ik er 3. Volgens mij betaal ik daar... Volgens mij betaal ik daar 90 punten voor. Ja, ik betaal 270. Ja, dat is wel waar. Jij betaalt... Ja. Eigenlijk 90 voor 2 last cannons. Ik betaal 90 punten voor 2 last cannons met 4 wounds. Ja, mijn last cannons hebben 3 wounds. Trouwens, nee, ze hebben er 2. Ja. Dus ik heb lekker entropy cannons. De repulsor executioner. Oh, die is leuk. Die heb ik vernomen.
Vehicle Transport Machine Spirit Repulsor Field Repulsor Executioner. Die heeft standaard een, kijk, twee Frankstorm Nederlandsers. Dat is range 18, Sol D6, Tank 4, 1 Damage Blast. Dat is leuk. Twee van. Een Heavy Onslaught Gatling Cannon. Dat klinkt echt niet dreigend. Heavy Onslaught Gatling Cannon. Heavy 12, range 30. Strength 6, min 1, 7 damage per stuk. Ja, ja, ja. Oeh, ik breng me wat ik kan doen. Een Macro Plasma Incinerator. Ja. Ja, ja, de plasma dus, dat heeft twee slowfiles. De eerste is range 36, heavy D6, strength 8, min 4 AP, 2 damage stuk, blast. De tweede, nou ja, dat is uiteraard range 36, heavy D6. Strength 9, min 4 AP, 3 damage stuk. En dan de plasma rol. Lekker plasma. Twee stormbolters. Nou ja, dat is duidelijk wat dat is, een stormbolter. Ja, stormbolter is een stormbolter. Ja. Twin heavy bolter. Oké. Dat is ook duidelijk. Ja, dat is gewoon twin heavy bolters. Ja, dat is heavy 6, streng 5, 1 en dan 2. Oh, de stormbolter heb het fire geworden tegenwoordig. Apparently. Die is niet de salt. Maar vroeger was die salt. Maar misschien is het is, wanneer zij ze bij zich hebben... Ja, dat was vroeger. Dan heeft hij nog een twin Icarus Iron Healers Iron Hill Heavy Stubber. Range 36, heavy 8, 3, 4, min NAP, 1 damage. En versus aircraft plus 1 to hit. Oké, oké. Waarom versus aircraft? Ja, sure, I guess. Dit is een AA gun. Oké, okay, ja, yeah, sure. En dan heb ik nog auto launchers. En auto launchers geven me de smokescreen doel. Dat is wel goed. Ja. Dat is gewoon dat is smokescreen doel. Kan je ook niet getarget worden min 1 to hit of zo, toch? Ik wacht min 1 to hit in principe. En dan mag ik een macro plasma inruilen voor een heavy laser destroyer. Die doet range 72, heavy 2, strength 12, min 4, AP, D3 plus 3, wounds. Ja, dat is wel leuk. En dan mag ik een Iron Hill Heavy Stubber nog op. Denk je dat die nu een halt heeft vannacht? Die is heavy 4, strength 4, min 1 AP, 1 damage. En ik mag nog een Icarus Rocket Pot hebben. Range 24, heavy D3, strength 7, min 1 AP, 2 damage stuk, blast. Oké. Okay. Ja, dat is een hoop geschut. Ja, sorry, ja, dit is een beetje een standaard Imperial Guard voertuig qua uitrusting en guts. Ook al met wat meer dingen erbij hoor. Ik kan 3 tanks bij elkaar gooien en dan heb ik 21 power level. Ja, ik ook. Dat zijn 3 standaard tankjes. Dat is het grootste wat ik kan doen. 3 vindicators bijvoorbeeld. Want de 3 Predator zijn al 24 punten. Ja, maar kunnen die ook samen als één unit? Dan vaak pas in dezelfde plan, toch? Allemaal duurste wat ik samen in één unit kan gooien, dan moet ik even kijken. Wat je net had, die 24 punten. Nee, dan moet ik even in Grand Speeder steken. De 3 Grand Speeder Typhoons. Want de Stormspeeders mogen niet meer erin in unit. Als ik een Doomhammer is 9, nee, oh, een Hellhammer, denk ik. Is dan denk ik mijn duurste ding. Qua punten. Ja. Hellhammer, 33 power level. Ja, maar dat is super. Ja. Ja. Dat is een van je Baneblades. Ja, dat is een Baneblade variant inderdaad. Dat is een Baneblade variant. De Hellhammer. Eigenlijk moet ik op een Hellblast gesproken. Helemaal met allemaal plasma guns. Nee, want de Hellhammer heeft een Hellhammer Cannon. Plasma Incinerator. Ja, die Hellhammer Cannon die is niet aardig. Nee. Erik, hoe klinkt 3D6 attacks? Strength 10. Range? 3D6. Range 36. Oh, dat is dat die Hurricane ding. Nee, Hellhammer Cannon. Hellhammer Cannon. 3D6 in 3D6 attacks. 10 strength. AP min 4. 3 damage stuk. Blast. Units attacked by this weapon do not gain any bonus to their saving throws for being in cover. Wat? 33 punten. 33 power level inderdaad. Wel maar 450 punten. Wat?
Drie weg, Paolo. Ik kan alles mee weg wat je maar weg wil hebben. Ja, en daarnaast heeft hij nog wel. Heeft hij nog kijk, wat is het? Een auto cannon. Dat is zeg maar een Baneblade variant. De Hellhammer. De duurste. Ja, de duurste. Dat klinkt zo maar, sick. Maar Whirlwind hoef je niet te zien om op je te schieten. Hm? Maar Whirlwind hoef je niet te zien om op je te schieten. Nou, dat is prima toch? Hellhammer, Forky. Oh, dat is dat ding. Ja. Die ziet er wel vet uit. Ja. Ik wist echt mooi die Baneblades hoor. Oh, die Baneblades zijn vet. Het zijn vette modellen. Je doet een beetje denken aan dat duidelijk. Denk ik heb een oude speelgoedtank die ik aan het converten ben. Die is ongeveer de juiste base size. Ding is zo groot. Ongeveer ja, zo is. Twee keer de size van een ruimte. Aan lengte en aan breedte. Ja. En ook nog in hoogte zo'n beetje. Ja, hij is echt zeg maar zo hoog is. Je kan er bijna 4 nieuwe rusten in kruiden. Je kan het weer rustig zien kijken. Als je niet de dozers op de Limerus doet, kan je er 4 Limerus in kijken. Ik heb ook een Stellan een launcher op de euro gezet. Ik heb even gekozen. Ja, 2000 tech, Sphinx. Ja, leuk. Leuk. En ik heb tegenwoordig ook wel een geef wat extra's. Oké. Met. Het is ook een single face, like one enemy unit of an 18 inch of invisible to this unit. So the end of the day, it's friendly. Whirlwind model. You take with a weapon that has the plus ability against the selected unit, adds one to the attack roll. Nice. Kijk, dat is wel leuk. Dat zijn leuke synergietjes. En die heeft een multi-mode. Ik moest er ergens nog iets op die tank in die... In de lijst bijdoen inderdaad. Ja, dus ik heb nu 2 multimelters in mijn lijst zitten. Lekker, lekker, lekker. En eventueel de plasma incinerator nog om andere landspieder. Hm? De plasma incinerator om andere landspieder, die strengt dagelijks. Maar dit is echt anti-armor, want D6 plus 2 moves op average. Ja, dat is veel damage, simpel zat. Ik heb trouwens die Satan Shard in 2 beurten tijd opgeruimd van Jasper. Nou, dat is lekker. Jasper. Dat gaat wel lekker dan. 9 wounds weg in 2 beurten. Maximaal 3 wounds per face. Ja. Maar ja, als je gewoon genoeg damage doet elke in shooting en in Ik moest hem psychicen voor nog een damage. Dat was het enige na. Had namelijk nog 4 wounds. Ah. Aan het einde van de movement phase. Ik had er nog op kunnen schieten, maar ik wou op andere dingen schieten. Toen... Ja, je wou je moeite ergens anders in kunnen steken, zeg maar. Ja, en zijn aircraft is totaal plat gevlogen. Oh, kijk, dat is ook minder praktisch. Er is voor hem. Een speciale regel met aircraft, die staat bij... De aircraft zelf in je boek. Heeft hij van hem ook. Mm-hmm. De regel is super sonic. Oké. Dan hadden we zo neergezet dat hij of hem achteraf van de tafelrand afvloog of hem zijrand van de tafel afvloog. Ja, daar moet je dat kon de bocht niet maken. Daar moet je dus rekening mee houden, dat moet je dus niet doen. Dat is dus het kutte met die aircrafts. Ja. Dat is gewoon een probleem. Met die kleine tafel. Ja. Als je een 4x4 tafel hebt of een 6x4 tafel is dat geen probleem. Dan red je het makkelijk. Ja, jij kan nog steeds zeggen dat je niet gewoon feest dat je gaat hoeveren. Ja, die wel, deze niet. Ah, oké. Okay. Maar dan verlies ik ook de hard wit rule. Ja, oké, okay, want je staat natuurlijk stil. Ik ben niet meer airborne. Ik word in principe een landspeeder op dat moment. Ja. Ik kan wel fly, maar ik mag gewoon gecharged worden. Ja, nou, dat is misschien niet zo'n heel groot probleem. Deze heeft wel een hele leuk kanon erop zitten, dat rift cannon. Dat is echt wel ideaal. 12. Nee, each time an attack is made with this weapon successfully wounds, do not make a saving throw, you suffer 3 mortal wounds. Nou, het is gewoon, oké. Ja, neem 3 mortals. Lekker. Punt. Auw. Jijks. Ja, dat is wel pijnlijk. Heavy D3 blast. I hit.
Oké, take 3 mortals. Ja, 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 ja. En heb een stasis bomb. Ook niet verkeerd. Ja, val wel mee. Once per game, in your movement phase, after this model makes a normal move or advance, you can select one enemy unit this model moves across as part of that move. If you do, the selected unit suffers D3 mortal wounds and is caught in a stasis until the start of your next turn. While the unit, excluding vehicles and monster units, is caught in stasis, it cannot fall back. That's it. Dus je doet D3 mortal wounds en je mag een burn niet fallback. Ja. Dat is basically it. Dat is basically it. Okay. Ja. Om nou te zeggen dat dat super bot is? Nee. Ik neem liever die andere. Ja, kan soms een leuk trucje zijn. Dan heb je of een Avenger Megabolt erop zitten. Dat is Heavy 10. Ook leuk. En dan gewoon de stats van een Heavy Bolter voor de rest. Of een Twin Last Cannon. Ja. En daarnaast heb je dan nog de Black Sword Missile Launcher en een Twin Heavy Bolter. Ja. In principe, is een standaard versie, heb je in principe een Heavy 16 Bolter erop zitten. Nee, een Heavy Bolter. Ja. Ja. Catch. Ja, dan moet het. Ja, niet verkeerd. Is leuk. Damage. Ja, en zijn Bloodshot Missile Launcher doet damage hier op versus aircraft. In plaats van damage 2. Ja, dat is wel een leuke anti-aircraft inderdaad. Daar haal je wat min aircraft mee uit de lucht. Ja. Gelukkig speel ik niet zo heel veel aircraft. Ik heb hem. Deze. Je kan hem als een van de twee in elkaar zetten, maar ik heb hem gemagnetiseerd zodat je hem alle twee in elkaar kan zetten. Ja, altijd handig. Maar ik heb hem in principe. Dan kun je hem dus gewoon een keertje inzetten. Leuk. Dat is net als de Dark Vrouw, het Vengeance Clan Feeder. Dat is ook dezelfde kit. Okay. Het verschil is, kijk, de ene heeft de plasma incinerator erop zitten en de andere heeft een soort schrijn achterop zitten. Ah, oké. Okay. Deze, dit is een hele leuke support, want het geeft min 1 to hit op alles binnen 6 inch. Oh, dat is wel leuk inderdaad. Dat is ranged. Maar voor de rest heeft hij alleen maar een heavy bolter of een assault cannon erop zitten. Mm-hmm. Dus voor 7 punten is dat een beetje crappy. Ja. Maar ik heb zo'n beetje alles wat in dit boek staat, geloof ik. Ja, hier. 4 power level voor 2 modellen. Terminators. Ik heb niet echt de... Nee, ik mis van de Deathwing, mis ik wel. Ik heb niet echt de Command Squad en ik heb de Apothecary niet. En de Champion niet. En dan mis ik hier zo nog 1 character. Blasters heb ik niet. Ah, oké. De rest heb ik allemaal wel. Baby al met zijn Mastercraft, Stormbolt en Sword of Silence. Halleluja. Ja, je krijgt min 1 to hit als je hem probeert te slaan, hè? Altijd fijn. Alle Dark Rits binnen 6 inch mogen reroll hits. Of one. Grandmaster of the Deathwing. Wat een Deathwing model binnen 6 inch is. Reroll to hit. Iets zijn dat makes an attack. Reroll to hit. Oké, oké, oké. Die plus een vulnerable save. En uiteraard is de Terminator, dus die trekt. Ja. Dat hoort er ook weer bij. En Inner Circle, dus een wound van 1 tot 3 doet het niet. Ja. Lekker, lekker. Komt er allemaal bovenop. Ja. En Sword of Silence is een power sword met plus 2 strength, min 4 AP, 3 damage stuk. En als je een vehicle slaat, wound je altijd op een 2 plus. Dat is toch dan best wel lekker. Voor maar 7 power. Nou, dat is wel best betaalbaar dan inderdaad. Voor een Space Marine Terminator armor is dat character is dat prima betaalbaar, ja. Wat is dat dan voor een kleur? Die ziet er ook vrij dun uit. Ja, dat is van die contrast paint. Ah. Dus, ja, dat is lekker dun. Dan heb je de Chapter Master, die kost 8.
En Samuel kost ook 8, maar Samuel zit op een jetpack. Ja, dus dat is Sam weer. Die is een cheater, die zit op een bike. Ja, met een masterkrachte plasma cannon erin. Ja, oké. Okay. Die heeft dus niet een dubbele statline. Oké. Okay. Die doet gewoon strength 8 min 4 AP 2 damage. Blast. Lekker. Lekker. Die heeft ook weer zo'n speciaal power sword. Alleen. Oh, dat doet 1 damage minder, maar als die charged, dan heeft hij dubbele strength. Dat is bijna. Oh, hij heeft een 4 plus en vulnerable save en hij heeft jink. Dus als hij behoog heeft, heeft hij een 5 plus en vulnerable. Welke een vulnerable save zal ik gebruiken? Die 4 plus maar. Yeah. Ik heb alleen echt gewoon geen enkele character die kan standaard kan save tegen mortal wounds. Ja, dat kan. Ik ook niet, volgens mij. Ja, dat is geloof ik niet helemaal waar. In het basis Space Marine boek staat er geloof ik ergens eentje die het kan. Oké, misschien een of andere... Nou, geen main character, maar een van de characters heeft iets, een rommeltje. Waarmee die iets kan frutselen, waardoor die mogelijk... Ja. Oh ja, Asmodai, Oral of Dread. While an enemy unit is within 6 inches of this mower, it counts as below half strength. While an enemy unit is within 6 inches of this model, it counts as being below half strength. Right. Beangstigend. Oral of Dread. Ja. Ja, enge jongen. Ja. Niet zo'n vriendelijke man. Asmodai, nee, dat is de head interrogator chaplain. Ja, niet zo'n vriendelijke jongen dus. Die komt graag een praatje met je maken. Of jij er ook blij mee bent, is een tweede. Ik gok van niet. Hij heeft de Blitz of Reason bij zich. I don't think he's that reasonable. Dan mag hij 1 aanval mee maken. Dacht ik, ja. Dat doet plus aan strength, 0 AP. 2D3 damage. En that's it. Nou, oh, oké. Okay. Maar each time the bear fights, it makes 1 additional attack with this weapon. Okay. And no more than 1 attack can be made with this weapon. Period. Oké. Maar daar staat hij gewoon een Krogius Arcane bij zich van plus 2 strength, min 1 AP, 2 damage. Oké. Okay. Hij komt een goed gesprek met je voeren. Ja. Hij komt even goed met je lullen en daarna ben je klaar. Ja. En alle Dark Angels binnen 6 inch mogen ze uit leadership gebruiken. Veel niet zo praktisch. Nee. Nee? Dark Angels en Moraal checks komt niet heel veel. Ja, voor fallback. Exact. Dan mogen ze misschien wel fallback, hè? If they really need to. Yeah, sure. Sometimes they might have to. Dan mag ik ook gewoon de cp-punt voor betalen, hè? Ja. Behalve dieten. Als er een poll in staat. Dan mag ik het sowieso niet. Mm-hmm. Dan kan je het gewoon vergeten. Dan moet je gaan vechten of je het maar wil of niet. Ja, als je van de inner circle bent, dan zit je voor de main fallen aan het hunten, punt. Ja, dus als er dan een fallen... for existence. Ja, dus als er dan een fallen staat, then you better fucking do your job, you bitch. Dan gaan we niet wegrennen. Nee. Basically, you either kill the bastard or you die. Sorry, capture is the preferred method, actually. Because then you can talk to him. No, then he can be interrogated on the rock and he yes, can... talk to him. Yeah, yeah. Have a friendly chat with, what was the name of the fellow again? Asmodai of een van de andere interrogator chaplains. Er is een reden waarom ze interrogator chaplain heet. Hallo. Asmodai is one of the best. Voor elke fallen die je hebt laten confessen, krijg je een Black Pearl. Mm-hmm. Hij heeft er 4. Most anyone ever got.
dat... wat is een ding? Even kijken hoor. It always ends in death for the... By the way. Makes sense. I mean, they are still, like, traitors, basically. Ja. Even kijken, waar had ik mijn boon neergelegd? Iemand de chat. Oh! Ja, nee, dat was diegene die net langs kwam met zijn hond ook. Ah, oké. Jolin. Dus daar ik moet even wat drinken pakken, anders word ik helemaal droog. Droogstrot. Van vraag 2. Oh. Hij gaat nog open. Wanneer we dat gelijk nodig is. Vocht wegbrengen. Yes. Oh, wat dacht ik dat? Mijn idee was, ik vind wel misschien de combo bezig. Ik hou hem erin omdat het wel een goede kaart is, maar ik kon eigenlijk achter dat ik er niks mee kan halen. Ik heb wel een combo. Even weer. Ook vast hoorbaar zijn op stream. See if I care. Ja, dat. Ik heb niet dat jij vloeibare suiker pakt. Met extra toegevoegde suiker. En een beetje kleurstof. Ja. Katsen in. Not meant for human consumption zou er op het blikje moeten staan. Ja, klopt, maar er zijn wel meer dingen niet meant for human consumption die we toch gewoon lekker consumeren. Vrees ik. Dus dat is gewoon... The way they crumbles again. Eventjes. Waar is die heen? Nou, de ink even laten drogen. Dan kan ik hem zo meteen de klok de juiste kleur geven. Het verbaasde me, hij was gewoon vloeibaar met deze ink. Oh, lekker. Nou, inks blijven best wel lang vloeibaar natuurlijk, hè? Ja, er zit heel veel water in. Moet ook wel, anders zou het geen ink zijn. Ja. Maar deze is gewoon nog de juiste consistentie ook. Consistentie gewoon nog. Ja, dat is wel fijn inderdaad als dat ook zo is.
Bone Whites met Chestnut Ink eroverheen doen. Oké, okay, ja. Yeah. En dan de dikke draaibus en dan een lichte draaibus. Ja. En dan krijg je meteen het idee van de schaduw in de mantel. Ja. Ja, jij schildert 5 of 6 modelletjes, maar ik schilder er 1. Maar... Ja, ik moet gewoon voor het toernooi een beetje doorpowderen. Ja, zo ben je. Je moet gewoon voldoende verf op zitten voor het toernooi. Ja, en als ik het later nog wil verbeteren, dan is dat prima, Jima. Draaibrush. Ja. Ik had geen zin om een stukje karton te pakken, dus dan eventjes een beetje. Ja, ik gebruik altijd ook wel. Ja, kan ook. Ik kan in principe dit doen, een beetje. Ja, ik gebruik van een grote teringkwast ervoor. Ja. Ik heb deze waren deel van een setje die ik had het setje zeg maar besteld en deze zaten erbij, dus might as well. Might as well use them. Deze kwast heb ik ooit gekocht voor een kwartje per stuk. Kijk, dat is lekker. Bij de broer. Die verkopen ze tegenwoordig niet meer. Mm-hmm. Al jaren niet meer. Makes sense tegenwoordig niet zo heel meer, niet zo meer voor die prijs te bekostigen, denk ik. Wordt gekocht in 15 geloof ik. Dus, ja, dat is al eventjes geleden, vrees ik. 20 jaar? Ja. Ah, sorry. 22 jaar. Het is alleen hier, moet altijd even drogen. Ja, dat is wel na de linkse drogen best wel traag, maar ja, dat is... Er zit een hoop water in. Ja, exact dat. Sacrifices must be made. Deze moet dus die kleur worden. Oké. Okay. Het wordt een, ook een aardige exercitie en even geduld hebben. Ja. Zo, waar ben jij mee bezig? Ja, met kijken hoe verf droogt. Nou ja, je kan er 5 tegelijk doen. Ja, dat is wel waar. Dat is in principe wat ik ook hier ook een beetje aan doe. Een beetje mix en match gaan waar... Wherever mijn shit nu droog is. Ik zou trouwens geen witte fineliner halen, maar een zilveren. Ja, misschien wel. Maar ik heb, voor nu heb ik gewoon even... makkelijker te krijgen dan de witte. Dat ik ook. Ik denk niet eens in de witte fineliner krijgen namelijk. En zilver is heel goed zichtbaar op zwart. Ja, dat is wel waar. Zilver of goud. Ja, nou, ik zou dan zelf voor zilver gaan. Aangezien de kerst aankomt, zijn ze nu vrij makkelijk verkrijgbaar. Dat is zeker waar. Iets met wenskaarten en zo. Yep. En dit is even, dit heb ik ook even aangeschaft. Dit kan je dus gebruiken. Dit is in principe een painting page. Er zit een koppel in. Ja, ik heb meestal van die GW dingen hendels liggen thuis, maar die heb ik nog niet meegenomen. Er zit in principe ook zo'n versie ervan. Kurkie. Nou, oh, wat kurkie, dan kun je zo klemmen. Dan zet je hem eromheen. Ja. Nou, dan kun je hem zo vasthouden in principe. Dat is ook wel fijn. Ja, of. Ja, je hebt dan inderdaad ook. Als je hem zo doet. Makkelijk op deze. Ja. Wordt perfect fijn. Maar dan moet hij niet op een B staan. En al die kunstige modellen tegenwoordig staan standaard op een B's. Yep. Zie je steeds vaak inderdaad dat ze gewoon staan op mijn beest staan. Vroeger was heel veel metaal. Was ze met stripjes. Slot of bases, ja. Ja. Nou, het, zelf een metalen modelletje is altijd wel leuk om te schilderen. Heeft altijd wel wat. Ik heb nou een Scott Intercessors, ik had nog Metal Dark Angel Shoulder Plates. Like. Oh, oké. Okay. Ja, leuk. Ik deed er toch niks mee voor de rest. Dus, ja, might as well. Op zo'n moment. Ja, dat geeft wel een mooi flavor. Inderdaad. Ja, wat ik zeg, dit was leuk voor die, al die metalen modellen die vroeger dat. Ja, ik heb zelf een zoontje, maar inderdaad gewoon de standaard oudere GW-hemel, zeg maar. Een soort van klem is dat? Ja, een soort klemtjes. Net. Dan klem je gewoon de beest ertussen als waar. Ik heb hem al wel goed aan de beest bij pakken. Dus. Ja. Eén wat nog wel misschien zo goed te gebruiken is onderkant. Een beetje goed, want je al kan draaien, alle hoeken en gaten niet. Ja.
Ja, dat kan ook wel handig zijn inderdaad. Daarvoor handig zijn. Ik heb hier wat herden op zwarte plekken. Zo, we beginnen eerst hiermee. Voor een color. Een Griffhound? Ja, een Griffhound inderdaad. Want deze jongen heeft standaard een Griffhound mee. Eerst een even zo'n hondje mee. Is je hele leven? Ongeveer wel, ja. Ik moet nog twee helikopters erbij. Dat zijn maar, dwergen? Dat zijn het dwergen, die neem ik mee als allieerden. Ja, allieerden, die komen mee. Grappig. Ik moest nog, ik moest met 150 punten twee units neerzetten. Ja, maar schevens is dat niet zo'n groot probleem. Nee, maar met deze jongens was dat toch wel even een probleem. Ik denk dat het ongeveer net zo'n groot probleem is als met spelen van iets. Ja, dus waarschijnlijk hebben we soortgelijke issues. Punten. Ik weet dat ze 5 PL zijn, maar... Maar hoeveel punten? Ja. Tactical squad. 18 punten per model, minimaal van 5. Ja, nou, ga je al. 9 punten per jullie. Ja. Dat is niet kaal. Kale Space Marines. En upgrades, niks. Soms heb je die gewoon nodig. Het is de allergoedkoopste unit die je neer kan zetten. Troeps. Verbaas me niet. Het is 18, 19. Even kijken, 20, 21, 24 of 28 punten per model. Dus ze hebben allemaal een minimum van 5. Ja, nou, dat is op zich redelijkerwijs to be expected, denk ik. Ja, want ik zag dat zelfs Necron zetten voor 5 PL 10 modellen neer. Wel net zoveel wounds als mijn technical squad. Nee, ik ons hebben maar één woord. Ja, oh ja. Warriors. Ja, dat is bed, dat doe ik ook. Ik zit ook voor, wat is het? Nee, je bent wel goedkoper. Ja, ik ben iets goedkoper. Je hebt 3 PL. Ja, maar ik heb een B plus 7. Ja. Maar dat komt niet. Jij kan dus wel heel goedkoop gewoon een paar troop choices erin flikken. En heel goedkoop een HQ en lekker dik in je elites en je heavy support gaan. Ja, niet dat ik zoveel gigantische elites nee, maar... heb. Maar... Je hebt wel redelijk wel redelijk elites met je video card. Elites niet zozeer, heavy support. Ja, maar je ogrins zijn toch elite? Ja, oké, ogrins zijn wel elite. De bulgrins. Ja, de ogrins wil je niet gaan, je wilt ook bulgrins gaan. Nee. Ja, je stormtroopers zijn elite? Niet per se. Ah. Kunnen we ook gewoon soeps neerzetten? Want de standaard heb je, je hebt de troepenoptie van. Oh, oké. Okay. Dus, je kan juist volledig een leger bouwen om alleen hun heen, zeg maar. Ja, weet ik. Dat stond in het andere boek. Dat is hier zo. Je kan inderdaad militair en militair met de beste science. Nou, heb je er 5 voor 45 punten. Voor 3 PL. Ja, 3 PL. En conscripts zijn er... Conscripts, hoeveel zijn dat er ook weer? Dat is 5 PL. Dat, dat is 5 PL voor 20, man. Maar die volgen orders alleen op een, wat is het, 4 plus 5 plus? En die hebben een ballistic skill van absolute poep. 5 plus waarschijnlijk. Ja, 5 plus ballistic skill. Als jij zegt poep, de normale van jou zijn 4, dus dan zullen die 5 zijn. Ja, ja, en je betaalt dus wel 5, je betaalt 5 power level voor 20 man in plaats van... ja. Je betaalt een kwart PL per mannetje. Ja. Dus ze zijn dan echt gewoon steeds best poep. Het is gewoon net niet. Net niet handig. En je standaard guard squad is 3 voor 10. Ja. Ja. Die ene power level meer neem ik prima. Gewoon units mee die wel naar mijn orders luisteren. Ja, ja, tuurlijk. Dat het voordeel is dat dat 20 man zijn voor één choice. Ja. Tegen 10. Of mag je die uitbreiden naar 20? Dus 10 tot 20? Nee, die mag ik niet uitbreiden naar 20. Nee, het is gewoon 10 punt? Ja, helaas. Okay. I wish. Al mijn troop choices mag ik, koop ik namelijk op half strength, standaard. Ik mag, volgens mij mag ik mijn Tempestus Science mag ik uitbreiden, maar mijn normale infantry squads niet. Dat zijn gewoon squads van 10 punten. Ja, dat zijn gewoon squads van 10 inderdaad. Kijk, Tempestus Science kan ik inderdaad omhoog gooien naar een squad van 10, zeg maar. Ja.
Die koop je als 5. Koop je als 5, kun je upgraden naar een squad van 10. Ja. Maar deze jongen, kijk, ik kan niet hoger dan... Oh. Nee, je kan niet hoger en je kan niet lager. Je hebt er gewoon 10. Ja, nou, ik heb er gewoon 10. Ja, kijk, ik kan wel zeg maar guard mijn special weapon. Ja, ja. Maar dan moet ik deze eerst online 1 omlaag doen, anders klopt het niet. Ja, dat klopt. Maar dat heb ik bij mijn Space Marines ook. Ja. Daar nou in. Ja, en dat is hetzelfde met heavy weapons. Ja, heavy weapon. Nou, heavy weapon team kost bij mij in principe de ruimte van 2. Ja, dat zijn 2 modellen die met 1 heavy weapon rondlopen. Ja, ja. Zoals we vroeger zeiden, last cannons met 2 wounds. Exactly. Oh, sorry, nee, je had een last cannon met 10 wounds. Ja, last cannons met 10 wounds is in principe wel wat die dat zijn. Dat was de omschrijving van een guardsman squad. Ik heb een last cannon met 10 wounds. Ja, maar je kan een heavy support... Het schijnt dat die deze ding, de heavy... heavy quad launcher batteries best wel oké waren. Dat is een Forge World ding. Dat is een Forge World ding. Oh. Het is nu alleen nog maar een Forge World te krijgen. Ja, maar er zijn wel officiële regels voor. Ja. Die jij ook mag gebruiken. Ja, want ze zijn deel van de Imperial Armory. Ja, dat is de Thunderhawk ook. Maar voor mij zijn er van de Thunderhawk geen update regels. Deze hebben dus wel... De geüpdate regels die ik... Nou, 8th edition regels, maar ze hebben een puntenkost gekregen in de... dinges, in NPL's. Moet eens kijken of dat voor de... Kan je kijken of voor de Thunder ook geldt? Ik heb thuis kijken, dat is... Space Marine. Space Marine, nou, dan ga ik even voor. Astra Astartes is dat natuurlijk. Adeptus Astartes. En dan jou, voor jou Dark Angels, I guess? Maakt niet zoveel uit. De Rock is algemeen, is voor alle Space Marines. Ik denk dat hij in super heavy zit, als ze hem hebben. Dan moet hij in de super heavy zitten. Ah, oké, dan moet ik eventjes terug naar mijn back to roster. Dan moet ik wel eventjes... Want het is namelijk een ding waar je 2 complete squads of 3 complete squads Space Marines in vervoert. Dan moet ik heel even kijken, dan moet ik waarschijnlijk een de Dark Angels en dan een super heavy, dat soort even erbij gooien. Wat zit daarin? Ja, dus daar, als het een super heavy is, dan kan ik die ook hier zien. Even kijken. Thunderhawk Gunship? Ja, er zijn gewoon regels voor. Ja. Kort maar 40 pl. Kort maar 40 pl. Ja, dan moet je kijken wat het ding kan. Je kan ook een Sokar Pattern Stormbird meenemen van 50 pl. What the fuck is dat? Daar past een Dreadnought in, een Rhino in en 40 Space Marines. Ik heb toevallig een model gezien in de Portsmouth. Ik voeg ze beide even toe. We gaan even kijken. Sokar, laten we beginnen met die Thunderhawk Gunship. We gaan eventjes gewoon kijken naar... Oh, je kan ze ook... kan ik ze ook nog Rites of Initiation geven? Even luiden wat het doet. Ik kost weer een power leveltje meer. We klikken het even aan. We vinden het leuk. En main weapon kunnen we nog naar... Wisselen tussen Thunderhawk even kennen. Of de Turbo Laser Destructor. Ja, maar dan moet je voor de gein eens kijken wat het doet. Dat is echt... Even kijken, view. Colossal Flyer. Distance is always measured to and from this model's hull. Nou, prima. Hoover Jet. Je kan hem laten hoeveren. Ja. Ten al cluster bombs. Ja, oké. Okay. Juist hem. Als jij denkt dat jouw kanon niet in het template daar was. Dit was hij moved. Oké, okay, hij kan een aardig wat meenemen. Prima. Ja. Was 30 man in of zo, geloof ik. Nou ja, Last Cannon, Last Cannon, Thunderhawk Heavy Cannon, Twin Heavy Bolter. Ja, maar je hebt het nog niet, je hebt die Turbo Laser niet. Die heb ik niet aangeklikt, nee, ik heb dan moet ik eventjes, dat is die. In de oude regel was dat een Titan Killer. Je kan ook een Hellstrike Missile Battery in plaats van de Thunderhawk Cluster Bombs nemen trouwens. Ja. Maar de Turbo Laser Destructor, gaan we die even kijken. Ja, dat was vroeger een Titan Killer weapon. 96 inch range, ja. Heavy D3, 16 strength, goedemorgen, AP min 5, 6 damage. Zeg, ik word een Titan killer. Ha. Ha. Vangen. Ha. De Sokar is de grotere voorvader van de Thunderhawk. Maar wat doet dat Rites of Initiation nou? Dat vraag ik me nou wel af, want het staat hier ook weer niet bij wat het eigenlijk doet. Wil ik van, dan maak je er een officiële Dark Angel van misschien. Wordt hij Inner Circle of zo? Nee, Dark Angel. Hij heeft nu Inner Circle. Oh, dat is dan Rites of Initiation. Dat is dan wordt Inner Circle model. Maar dat doet niks voor dat ding. Ah. Want
Ik zal het even bijpakken. In een circle krijgt hij de Deathwing keyword van. Onder andere. Even kijken. Waar stond het ook alweer? Ja, dat is niet heel nuttig inderdaad als die dat heeft. Hm? Hij is niet heel nuttig volgens mij als die dat heeft. Inderdaad. Het doet niks extra's. Voor hem niet, nee. Oké, de Sokar Pattern Stormbird. Yada yada. Void Shields. Ja. Dat is een save versus mortal wound. Nee, range attack staat hier. Oh. 5 plus invulnerable, 7 against range attacks. Each time a saving throw is filled for this model against the ranged deck, if it has any void shields, it does not suffer any damage. Instead, for each point of damage inflicted, one of its shields loses one shield point. Once your void shield has lost a shield point, it must continue to lose shield points due to any further inflictions. Oké, je hebt een soort van extra health. Ja. Die is soort van regenerated aan het begin van iedere beurt. Ja. In a circle. Each time a morale check is made with this unit, it automatically passed. Ja. While it within engagement range of fallen, unless it has the vehicle keyword, it cannot be selected to fall back. Each time this unit fallbacks, unless it has the vehicle, Ravewing or Chaptermaster keyword. So, okay. And each time an attack is made against the unit, if this unit has the infantry keyword. Ja, dat heeft hij niet. Nee, dus het is. Why? Because you can. Ja, en 10 punten. Ja. Maar die Soaker Pattern Stormbird maakt zelfs de detachment waar die in zit 1 CP duurder. Ja, de hele detachment zit in dat ding. Punt. Ja. Kijk maar, wat is de transport capability van dat krijgt. Wat ik al begrepen had, is 50. Ja. En een Dreadnought en een Rhino volgens mij. Of misschien is dat in plaats van een squad dan, maar... It can transport one chapter rhino model, which including any models embarked within, take up the space of 25 models. Right. Goed model bekijken. Ja, model. Ik sta op Forge wel. Is een beetje prijzig. Sokar Pattern Stormbird. Ja, goeiemorgen. Maar het is wel echt een gaaf model hoor. Als een pittige jongen. Descend the point your enemies and destroy them. Good lord. Big ass thing. Ja, hij is echt huge, maar het is echt wel een mooi model hoor. Hij is wel gaaf. Hij is, En dan donkergroen geschilderd. In plaats van dat hele Imperial Fist. Bird, Dark Angel. Ja, nee, die staat mij ergens. Heeft niemand die zo gewerkt? Oh, tenminste, hij staat niet in Fortschot daarmee. Nee, maar misschien. Ik zie wel wat met zwart. Maar... En met, met je Mortal Enemies. Space Bulls. Ja. Maar, is er 1, 2, 3 niet. Ja, ik zeg geen Dark Angel spelen. Hallo, hier komt 50 man. Nee, dit is een gewone Stormwraith. Ja, die heb ik ook. Ja. Stormwraith. Van, hallo, hier komt 50 Space Marines uit. Dark Angel Thunderhawk. Ja, dat is ook cool. Een mooi model hoor. Maar... Is dit die metalen dan? Ja, die verkopen ze al niet meer, de metalen. Nee, die metalen verkopen ze niet meer. Die metalen is tegenwoordig het duurste... De miniature wargame model ooit verkocht. Ja, die was 1250 pond of zo. Geworden. Ja, maar dat er nu eentje verkocht is door Emil van Squidhammer. Een YouTuber. Die heeft er eentje geschilderd en die heeft die geauctioned. En die is voor, wat is het, ongeveer $300,000 voor een Australische Gamesshop gegaan. Die zat in een, was toen de tijd een limited model. Ja. Die kwam in zijn eigen houten kist met certificaat. Ja. En Ik weet nog dat die uitkwam. Maar dat was toen al 1250 pond. Ja, dat was toen al een ridiculous duur ding. Ja. En nu al helemaal te duur. Ook een
Maar ik ben heel eerlijk, als ik hem had gehad, had ik hem nooit verkocht. Ja, snap ik. Dat is een simpel ding. Maar ze kwamen toen de tijd uit met de Thunderhawk, maar niet met regels voor de Thunderhawk. Mm-hmm. Die kwamen in een Imperial Armor of twee, drie later. Oké, ik had een Planeswalker. Kijk, die bruin is ondertussen wel droog, denk ik. Ja, toch? We zijn er wel voor, denk ik. Maar die zitten dus in een super heavy. Ja, dat is de super heavy's van de. Je hebt ook nog een Pulsar tank. Super heavy. Zou goed kunnen. Het, staat had ik wel Mark Ezerholz voor. Komt waarschijnlijk hier tussen. Over die Pulsar vindt de D3. Min 3 op je. Ik zie een Mastodon. Nee. In Spartan, Typhon, Feldblade, Falcon, Cerberus, Astraeus. Astraeus. Dat is het. Iron Tail Heavy Stubber, Twin Heavy Bolter, 2 Last Rippers. Dat is dus een Primaris tank. Het is een Hoover tank, zie ik ook hier. Met Primaris. Met Voice Shield inderdaad. Ja. Jongens, de laatste ronde. Het is Ben tegen Rapi, ik tegen Erik en Gil tegen Freddy. Daar zit Erik. Oh, jawel, maar yes. Als die ander niet wil. Daar had ik wel Mark Eetwoord voor gezien. Maar ik geloof dat ook deel 3,5 euro kost. Dus, ja, dat is wel een beetje veel. Kijk, jouw Baneblade is dan enig betaalbaar. Ja, die is nog relatief betaalbaar. Maar. 150 euro ook zo geloof ik. Ja, zoiets. Ik zag 120 maar. Ah ja, ah, ja, daar erg. Maar dat is nog enigszins betaalbaar voor zo'n groot model. Ja, klopt. Fuck yeah! Dat is niet heel erg aan. Jij speelt geen land, hè? Nou, eens kijken hoe jij vals speelt. Middel van je landje tegenkomt. Nee. Ja, als hij een landje tegenkomt, dan zie je ook de Sjaak. Want ja, dan komt een landje tegen. Wel beter dan. Dag, heb je gezien overigens? Ja. Waar ook maar 9000 alleen. Ik heb nog genoeg tijd. Hè? Nou ja, Jasper die komt naar Alphen te zonden, dus dan is het makkelijk voor Lars om daar ook in te gaan. Ja, inderdaad. Ja, voor gaan wij naar Tilburg en dan gaan wij daar Banksy spelen. Ja, maar dat zijn alleen maar voortvolgens. Ja. Dat staat niet in de codex, dus het zijn geen officiële regels. Ja, toevallig zijn sommige ervan zijn wel zeg maar tournament legal en zo. Ja, ik kom met een showcard. 50 punten. Oh, sorry, ik moet nog spullen erin laden. Ja, dat is jouw probleem. Je mag hem meenemen. Is het praktisch? Is punt 2. Dan kan ik nog net voor 5 punten een HQ neerzetten en voor 5 punten het kost erin te houden.
Ja, dan heb je dus een patrol detachment en een en een super heavy, ja. Ja, is dat een goede build? Nou, nee. Nou ja, mijn super heavy gaat alles oplossen natuurlijk. Ik vrees dus, hè, dat dat niet het geval gaat zijn. Ik wil goede hoop voor je super heavy, maar ik vrees dat een heel leger toch iets beter is dan één super heavy. Zelfs als ze hem niet doodmaken. Ja, objectives claimen wordt wat moeilijk. Zou je zeggen? Dat wordt wat lastig inderdaad. Maar... Als je tegenstander dood is, kan hij ook geen objectives claimen. Dus... Ja, maar je moet nogal wat doodmaken dan denk ik meestal. Ja, dan moet je nog tegen een instantie achterin. Ja, dan huil je wel. Dan zit je wel te huilen. Huilen met de kraan open. Ja, want net ben je niet zo bang voor met die Triple Action Destroyer. Nee, dat gaat oké. Okay. Dat gaat gewoon dood. Ja, maar zoals dan moet je best wel veel attacks hebben natuurlijk. En, D3, wat was het? 6 wounds per hit? Ja, oké, okay, nou, alsjeblieft. Hier is 4 hits. Je moet 4 hits maken om op een Hive Tyrant dood te schieten. Ja, oké, okay, prima. Maar dan is een Hive Tyrant dood. Jee. En dan? What about the other three? Ja, dat gaat dan allemaal over op instinctual behavior. Je denkt dat hij maar 1 Hive Tyrant meeneemt? Nee, misschien. Wil je nog meer wapens erop zitten? Ja. Hij heeft daar een beperkte. Ja. Ik zou het nog steeds niet aanraden. Nee. Wat zei je? Ik speel nooit, ik heb nooit tournaments gespeeld. Dan moet je met verschillende modellen aankomen. Dan zit je in dit soort situaties zoals waar ik nu zit. Nee hoor, daar zit ik niet in. Ik ga gewoon in de tournaments. Ik bedoel meer dat als je wel zo naar tournament zou gaan, zeg maar. Oh. Go! Er wordt geroepen. Wat is het probleem? Kom hier dan, hè? Kom dan. Sure, kom maar. De latency. Ja, de fucking latency. En hun te volgen doen. Bovenop het scenario. Dat is een van mijn 2 agendas dan. Op het punt heb je 2 agendas. Ja, de power level zal wel aardig gelijk zijn tussen ons. Denk ik. Ik heb al een tijdje niet gespeeld, hè? Ja. Moet goed komen, denk ik. Ja, moeilijk, denk ik. Mijn baas is al 5 keer zwaar. Mijn dikke baas. Mijn kleine baas is 2 QC points.
Want je hebt die upgrade op die mannetjes waarbij ze die plus in attack kregen. Ja. Maar dat is toch per model dan? Ja, maar dat kost een RP. Ja? Het is geen CP. Nee, maar het is een... Het is geen battle honor. Nee? Nee, het is gewoon een requisition. Ik dacht dat een requisition ook in principe... Nou ja, dan is mijn Terminator Scott een 7. Ja, want... Nee, zal ik even de Corals voornamelijk kijken, denk ik. Dat staat er niet bij. De Crusade Rules. Bijna in de wolf. Nee, volgens mij is het een kijk, normaal gesproken, kijk hier staat, is een power level point. Dit geldt als een battle honor. Dat soort dingen. Mm-hmm. Maar dat staat hier dus niet bij. Oké. Slightly confusing, but... Het is daadwerkelijk, staat echt gewoon purchase is requisition at any time. Dus het is echt gewoon een requisition. Ja, maar je kan als requisition kan je ook een artifact erbij kopen. En daar staat ja, maar daar staat bij het artifact specifiek dat het crusade points geeft. Dat staat bij een artifact. Ja, zo. Ja. Dat jij gewoon random je fucking units meer shit kan geven. Alleen infanterie en bikers. En ja, non-character. Alleen infanterie. Weet je hoe fucking veel infanterie er is? Basically je leger is infantry. Nee, er zitten vehicles tussen. Ja, er zitten een paar vehicles tussen. Geen characters. Het kost 1 punt per attack, hè? Ja, dus. Veel genoeg games en het is prima. Ja. En het wordt niet gecounterbalanced of iets. Het wordt er niks gecounterbalanced. Nee. Dus dat, kijk, behalve dan dat je moeite moet doen om die punten te verzamelen. Ja. En ze niet ergens anders kan uitgaan. Ja, maar het idee is in een crusade is dat in principe ongeacht van hoeveel potten de ene gespeeld en hoeveel potten de andere gespeeld heeft, dat er nog steeds een vorm van balance in zit door die crusade points. Ja, maar ik... En dat wordt door dat ding gewoon compleet het raam uitgegooid. Ja. Want er is niks wat dat counterbalance. Het blijft nog steeds wel vrij prijzig om te doen. Ja, maar dat boeit niet voor die persoon die tegenover jou zit. Ja, maar die kan andere dingen doen met zijn requisition points. Ja. Die ik dan niet kan doen. Ik kan er bijvoorbeeld dan niet... Behalve dat 80% van de... Oké, 80% is het overdreven. 65% van de facties nog steeds geen 9th Edition Codex heeft en dat dus niet kan doen. Nee. Ah, dit is een Dark Angel specific dingetje. Ja. Daar kan ik ook niks aan doen. Ja. Ja. Toen ik hem gelezen had, was het toch wel zoiets van, ja. Misschien moeten we dit maar gewoon doen. Ja, yeah, not one light sounds a little bit way too fucking powerful. Ik ga het nog twee keer doen en dan hou ik hem hier op. Want voor de rest vind ik het niet nuttig. Ik ga nog voor twee Black Knights bij kopen, want voor mijn attack bike vind ik het niet nuttig. En voor mijn infant en voor mijn troop choices vind ik het ook niet nuttig. Want als die in combat komen, dan heb ik de battle al verloren eigenlijk. Ja, want die moeten een objective vasthouden en ja. That's about it. Ja, daar zijn ze voor. Dus als het moment dat die in combat komen, betekent dus dat de rest al dood is. Ja, which is... In essentie. Which is not good. Ja. Dus dat geloof ik wel. Mm-hmm. Maar dat is het dus een beetje. Ja. Het is een beetje van, hoe kleed je dat in? Ja. Ik ga het in totaal 8 keer aanschaffen. Ik ga niet namelijk mijn Deathwing Knights naar 22 punten ophoog. Dat ga ik niet doen. Nee? Nou ja, dan mag ik hem wel combat squatten. Mag ik 2 units van 5 neerzetten. Voor één choice. Maar dat ga ik nog steeds niet doen. Ik stond in een shit, want ik... Oh, ja. Wat is de tijd eigenlijk? Het is nu 10:00. Denk ik dat ik zo'n beetje ga afsluiten. Ja, ik heb het gezien. Morgen weer om 11 uur zitten. Er zit hier weer voorlopig een berg kleur op, dus het lijkt nu alsof het een beetje verschillende modellen is. Mm-hmm. Benny, hoe sta jij? Ja? Eén win, één draal? Nee, ik draal in los. En dan? Dat ook beter. Dat is de winnaar hiervan. Chua. Ja. Oh, ik dacht dat iemand mijn naam zei. Dat jij dat was.
Iemand zei Ben. Echt wel, iemand zei Ben. Self-centered. Iemand zei Ben. Niet zo iemand. Fucking self-centered. Ben, we zeggen één keertje allemaal hoi Ben en gelijk hoor je je naam overal. Gerald zei Ben. Ik heb hier wel weer wat kleuren op, dan lijkt het in ieder geval op een fully painted unit kan daar staan. Mm-hmm. Hey, dat is toch... Dat helpt. Ik heb in ieder geval één fully één painted unit op kan staan. Altijd leuk wanneer je zeg maar denkt bijna klaar te zijn met een beetje en je kijkt eventjes vanaf een andere hoek en ziet dat er gewoon nog een deel van het schild aan de achterkant compleet nog wit is. Wat ik ook heb gedaan is, ik heb een slot cannon van mijn Lindsby Defense in de schermagnetized. Ah, nice. Dus nou blijft hij er wel op zitten. Kijk, ja, dat is altijd fijn. Dan flikkert hij er niet meer weer na. Nee. Gaat dit redelijk waar ze allemaal staan drogen. Jou voor jou, hè? Hm? Leuk. Met dan nog een Stormbolt en een Huntskin. Because why not? Because why not? Niet. Alle upgrades die erop mochten, zitten erop. Ja. Dus er zitten twee Stormbolt tussen een Castellan Missile Launcher. Je krijgt nog een hoi Ben van Graaf. Hey, Sil. Er zitten alle upgrades op die knop. Ja. Dan heb je twee Stormbolters en een Castellan Missile Launcher aan. Gezellig. Oh, en een Hunter Killer. Single-use missile. Dat is meestal wat Hunter Killer is, single-use, gelukkig. Nou, de Primaris Marines hebben daar dus een eigen versie van. De Primaris Vehicles. Die is een strength hoger. Oké. Okay. Ja, dat is... Trouwens, Graaf. Ik heb Merdo op zijn base geschreven. Dus je hebt hem hij is nu vernoemd naar wat jij wou. Veel plezier. Ik ga hem nog gebruiken tijdens het toernooi. Dus... Met nu nog naapjes voor alle andere characters. Met Dark Angel Iconics. Voor Dark Angel Doors. Ja. Die is tegenwoordig niet meer open. Ik heb nog één setje thuis liggen. Niet in mijn zak. You gotta keep them for, the, for the ne- your next project dan. Ja. De volgende Rhino die ik ooit bij gekocht. Dan heb ik nog een Rhino liggen. Twee Predators. Een Vindicator. Ja, ik weet dat jij veel hebt, jongen. En twee rhino's. Het issue is niet... What the fuck, waarom heb ik er nog één nodig? Dat is het meer. Ik heb nog een steentje liggen, maar... Ik heb namelijk gekeken. Ze past niet in de zijdeuren van... de oude zijdeuren van de rhino. Het past niet in de zijdeuren van die nieuwe primaire metolfo. Oh, nee? Oké, okay, jammer. Nee, dat zijn Land Raider doors. Oh. Dat sucks. Net iets ander formaatje. Ja, net een ander maatje inderdaad. Het scheelt niet heel veel hoor. Het scheelt een millimeter. Maar dat geeft net een raar gezicht. Ja, past gewoon net niet lekker dan inderdaad. Nee, past net niet lekker. Nou, ik hou het voor gezien. Ik ruim eventjes een paar klutjes op. Ik was mijn kwasten terug aan het stoppen in de hoesjes. Maar ik moest deze ook nog een keertje in elkaar zetten voor een terrein dingetje. Hm? Oh, ik heb wat via Marktplaats wat Perry Miniatures spul heel goed kunnen krijgen. Nee, hier een of andere gewoon simpele metalen wagen die voorgetrokken wordt door een paard. Oké. Okay. Gewoon voor wat terrain en D&D-achtige type dingetjes ga ik gebruiken. Maar die moeten we ook nog een keer in elkaar zitten en gaan werven. Hier is een wagentje waarbij met een kruiddragertje. Het kruiddragertje zelf ga ik waarschijnlijk iets wat knippen. Dat vind ik een beetje iets wat te modern uitzien voor D&D. Ik heb mijn Empire ook nog ooit gekocht. Oh, there you go. Aan Sander. Ah. Kijk, deze jongen heeft gewoon een leuk schattig dik ezeltje. Ja, dat was gewoon nog deels verschillend. Niet voor mij. Maar, nou ja, een paar dingen wel, maar niet alles. Ah, oké. Okay. Heel heb ik ook gewoon tweedehands weer overgekocht in de verf. Ja, prima toch? Even kijken, zo.
Maar dit zijn dus resurrected mannetjes in principe. Die ja, in principe is het idee, je hebt Sigmar. Die ken je misschien nog wel van Empire. Ja, ja, ja. Nou, die is dus nu technisch een soort van god geworden. Ah, oké. Okay. Okay. En die, wat hij gedaan heeft in samenwerking met Grungni, de God of the Dwarves. Heeft hij eigenlijk... A God of the Dwarves? Ja. Hm? A God of the Dwarves? Ja, A God, whatever. Nee, ze hebben er meerdere. Okay. Tenminste, dat was vroeger zo. Op dit moment weet ik alleen dat ze Grungni hebben. Maar er 5 of 6, waaronder 1 vrouwelijke zelfs. Oh, dat zou goed kunnen dat ze die nog steeds hebben, ik weet niet zeker. Don't know, haven't read up into current dwarves a lot. In ieder geval, samenwerking met Grungni smeet hij als het ware zeg maar de zielen van worthy warriors om in dit soort armors. Oké, okay, en vandaar dat ze zo'n dood gezicht hebben. Ja, een beetje wel. They're all kind of grim. Ik heb zo'n soort modelletje, was dat Free Model, geloof ik. Ja. Ja, dat is inderdaad wel zo'n hoofd, ja, gewoon zo'n doodshoofd. Maar die zit er nou niet meer op bij mij, hoor. Nou, snap ik. Ik heb zelf bij... Een speer ook niet meer. Dat is een heavy bolt geworden. Ah, kijk, kijk. Dit heb ik er ook afgehaald. Dat is nu, er hangt een Dark Angel pistool nu. Maar het idee is dat elk van de karakters is zeg maar iemand die in principe gestorven is in Noble Battle. En dat schild heb vervangen met Dark Angel Storm Shield. Nou, makes sense als het inderdaad zijn character wordt... Ik weet niet eens of hij mag, officieel gezien, maar... I mean, heeft het de juiste dingen? Lijkt het er een beetje op? Aanvaard, hè? Nou, het is een officieel Dark Angel Storm Shield, maar ik weet niet of dat model een Storm Shield mag. Oh, ja, no clue. En zo niet, dan een leuk character. Ja. Custom character voor de narrative iets. Maar, Ben, dan ga ik nu even aan jou vragen hoe ik de stream kan afsluiten. Want dan... Nou, dank voor het kijken, kijkers. Dank voor het kijken, kijkers. Tot de volgende keer, tot de volgende keer, Oké, okay? Zeg het nog 2 keer, want dat wordt... meestal wat ik dan wel doe is...